Goedenavond en welkom allemaal. Fijn dat u allemaal gekomen bent bij het zesde Veritas Forum. In totaal, twee keer in het jaar organiseren we het. Sommigen zijn misschien al eerder geweest. Dit forum valt ook in een serie van drie beta fora, waarvan we er al één hebben gehad. In november 2010 hebben we Dick Swaap uitgenodigd, Gerben Meijnen. Die hebben gesproken in KC07. En vandaag hebben we nieuwe gasten. Het Veritas Forum, we organiseren het ongeveer één keer in het half jaar. We proberen op de universiteit levensbeschouwelijke debatten weer een plaats te geven. Studenten, docenten zijn uitgenodigd, mogen meedoen. We nodigen altijd wetenschappers uit die iets komen vertellen. Daarbij willen we ook altijd het christelijk geluid laten horen. Wat zeggen christelijke wetenschappers nou op levensbeschouwelijke thema's? Bij de sprekers zit altijd één christen die daar iets van zegt. Dat zal ook vandaag zo zijn. Even praktisch een aantal punten van tevoren. U hebt allemaal een evaluatiekaart gekregen en een stembriefje, rood en groen. Van die evaluatiekaarten hopen we heel graag dat u dat invult en achterlaat zodra u de zaal weer verlaat. Als u geen pen hebt, dan kunnen we daar nog een beetje aan helpen. Geef desnoods even een pen door. We zijn heel blij met de evaluatie, dus daar hebben we heel veel aan. Mocht u nou denken, dit vind ik hartstikke leuk, ik wil graag meedoen in het team, geef het dan op de evaluatiekaart ook aan. Er staat een vinkmogelijkheid voor. Voor de rest hebben we een filmer. Er wordt een opname gemaakt van vanavond. Die opname zal vooral over de sprekers gaan. De vragen zullen wel te horen zijn, maar we gaan de mensen die de vraag stellen niet filmen. Mocht u op een of andere manier toch bezwaar hebben, bijvoorbeeld tegen fotomateriaal, meld dat dan even in de afloop bij ons, dan gaan we ermee aan het werk. Dan wil ik nu uitnodigen naar voren dokter-ingenieur Aad Nedeveen. Hij is klinisch fysicus van de UvA en hij zal vanavond de debatleider zijn. Hij zal ook de sprekers introduceren en ik hoop dat we een hele fijne, leuke, interessante avond gaan beleven. Mag ik applaus? Goedenavond allemaal. Ben ik goed verstaanbaar zo? Mooi. Ik wil deze avond beginnen met een uitspraak van de Nederlandse Nobelprijswinnaar, Simon van der Meer, die nog maar pas is overleden. En die heeft ooit gezegd, je moet als fysicus wel een gespleten persoonlijkheid hebben, wil je in God kunnen geloven. Nou, deze uitspraak laat zien hoe spannend de verhouding tussen geloof en wetenschap, natuurwetenschap in het bijzonder, kan zijn. Maar de vraag voor deze avond, is het echt waar dat er zo'n spannende relatie bestaat? Is het geloof in God voor een wetenschapper echt onmogelijk? Vanavond gaan twee topwetenschappers, die hier op de eerste rij vooraan zitten, met elkaar in debat over deze stelling. En ik wil ze eerst even aan jullie voorstellen. De eerste die vanavond zal spreken is professor Carlo Beenakker uit Leiden. Hij is daar hoogleraar theoretische natuurkunde. De tweede die zal spreken is professor Dr. Robert Dijkgraaf. En hij is hoogleraar mathematische fysica aan de UvA, hier in Amsterdam. En ook president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de welbekende KNAW. Voordat ik deze twee mensen het woord geef, eerst nog even een korte historische inleiding. Een korte historische inleiding op het thema en meer vanuit de insteek. Waarom zitten we hier bij elkaar, vanavond en waarom zijn de vragen die we stellen zo vanzelfsprekend? Op deze plaats hoeven waarschijnlijk weinig mensen uit te leggen dat er een conflict kan zijn tussen geloof en wetenschap en al helemaal tussen geloof en natuurwetenschap. Maar eigenlijk is dat een curieuze situatie. Historisch gezien is de christelijke religie juist een belangrijke mogelijkheidsvoorwaarde voor het ontstaan van moderne wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan een gelovige natuurwetenschapper als Newton. Maar al gauw in de 17e en de 18e eeuw zijn er ook bewegingen geweest die het samengaan van geloof en natuurwetenschappen juist problematiseerden. Natuurlijk, de verlichting van Immanuel Kant speelde hier een rol, maar voor Kant had het geloof in God nog lang niet afgedaan. Eigenlijk de meest sterke impuls om geloof en wetenschap met elkaar in oorlog te brengen
kwam van de zogenaamde radicale verlichting. En de oorsprong van deze beweging die ligt eigenlijk bij Baruch Spinoza, een Amsterdamse Jood uit de 17e eeuw, die in deze stad terecht nog steeds wordt geëerd als een groot wetenschapper. De historicus Philip Blom heeft recent een boek geschreven over de vergeten geschiedenis van het Parijse salon in de 18e eeuw en die eigenlijk in nauw verband stond met deze radicale verlichting. En daar wil ik aan het begin van deze avond even kort de aandacht op vestigen. En om de gedachte te bepalen, dit is een schilderij van deze Parijse salon. Ziet er wat anders uit dan de wat calvinistische entourage hier vanavond. Maar we kunnen ons er toch een beetje aan spiegelen. Deze salon, daar speelde een zekere baron de Holbach, een belangrijke rol. En zijn salon was een vrije plaats voor atheïsten in de traditie van Spinoza. En die overigens anders dan in het tolerante Holland in die tijd, in Frankrijk goed op hun tellen moesten passen. In de salon, dat kun je hier niet zien, maar dat vertel ik erbij, heerst een sterk geloof in het vermogen van de wetenschap om de samenleving te verbeteren en het universum te verklaren. En een bekend bezoeker van de salon was bijvoorbeeld ook Denis Diderot, die ook op deze afbeelding staat. Hij was een van de trekkers van het grote project van de verlichting, de encyclopedie, waarin alle wetenschappelijke kennis van die tijd werd beschreven. En een basisovertuiging van de bezoekers aan de Parijse salon was dat godsdienst mensen klein en dom houdt. Volgens hen was het zo dat er geen metafysische troost is, geen leven na de dood, geen ziel, geen God, geen eeuwige wet. In 1761 schreef Holbach, baron Holbach, in het diepste geheim met gevaar voor zijn eigen leven zijn boek Christianisme dévoilé, ontmaskerd. Zijn boodschap loog er niet om. Een citaat uit zijn boek. Alle religies verbieden het gebruik van gezond verstand. Allemaal pretenderen ze uit de hemel afkomstig te zijn. Allemaal pretenderen ze de waarheid in pacht te hebben. Maar in laatste instantie zijn ze allemaal onbetrouwbaar en vol tegenstrijdigheden. Aldus baron Holbach in zijn later pas bekend geworden boek. Met het sluiten van de Parijse salon, een beetje tegen de tijd van de Franse revolutie, verschillende mensen hier hebben hun einde gevonden onder de guillotine, is natuurlijk die discussie over geloof en wetenschap, de rol van geloof daarin ook, niet verstomd. En eigenlijk is een doel van deze avond ook om de discussie die in deze salon plaatsvond voor te zetten. En als ik me niet vergis, is ook die traditiestroom van de radicale verlichting in onze tijd nog steeds aanwijsbaar. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de vrijheid van onderwijs, discussie over rituele slachten. En misschien is juist die radicale verlichting wel een van de redenen dat we hier vanavond bij elkaar zijn. En ook met elkaar een debat zullen voeren. En ik stel voor om dat te doen in de traditie van Veritas, maar ook in de beste tradities van ons tolerante polderland. Ik hoop op een spannend debat. Degene die vanavond met ons dat debat zullen voeren, heb ik net al voorgesteld. In het dagelijkse leven zijn beide professoren elkaar wel bekend. Daar gaan ze ook heel vriendschappelijk met elkaar om. Maar we hebben ze gevraagd om daar vanavond niet al te veel van te laten merken. Ik stel voor dat professor Carlo Beenakker nu naar voren komt en zijn inleiding, zijn betoog zal neerzetten. Daarna is er voor de zaal kort gelegenheid om te reageren, maar dat zal ik precies aan jullie melden telkens. Nu eerst het woord aan professor Carlo Beenakker. Ja.
Het ziet er goed uit. Eén moment. Het is zo dat we vlak voor deze lezing, en ik gebruik de microfoon. Ik gebruik deze even. Vlak voor deze lezing stemmen we over één stelling van professor Carlo Beenakker, die ik nu even zal voorlezen. Ja, wacht even. Je leest hem voor, dat is goed. Ik lees hem voor. En die stelling komt aan het eind nog een keer. En de bedoeling is, als ik de stelling heb voorgelezen, dat we in één keer onze kaarten in de lucht steken. Dus ten overvloede, als je het er niet mee oneens bent, gaat je rode kaart in de lucht. En als je het er niet mee eens bent... Dan kan ik gewoon hierop laten zien. Als je hem hier hebt, dat is prima. En als je het er mee eens bent, gaat je groene kaart de lucht in. En zodra de stelling verschijnt, lees je hem even. Nee, hij komt zo. Hij komt zo. De ploeg wordt best nou. Maar dat geeft niet. Hier, daar is hij. Nummer 2. Ik zal even de stelling voorlezen en dan geef ik een seintje dat we mogen stemmen. Dan gaan in één keer alle kaarten de lucht in. Dus het is niet de bedoeling dat je eerst je op de hoogte stelt van wat je buurman of buurvrouw gaat stemmen. Het is de tweede stelling. De agnostische keuze voor twijfel als levensvisie is als de keuze voor onbewegelijkheid als vervoersmiddel. Iedereen heeft hem gezien. Kaarten de lucht in. Ik zie sommige kaarten nog wat te laat omhoog gaan, maar dat was even om te oefenen. Ik heb het gezien, het is ongeveer half om half. Oké. Ja, die stelling die moet natuurlijk uitgelegd worden, dus dat ga ik nou doen. Even kijken, heb ik een microfoon of doe ik zonder microfoon? Of... Ik hoef niet echt een microfoon te hebben hoor, maar als je dat belangrijk vindt. Ja, als je hier gaat staan. Als ik hier ga staan, dan kan ik niet rondlopen. Het is ook niet de bedoeling dat ik rondloop. Nee, niet echt. Niet echt, oké. Ik ben natuurkundige. En mijn vak is... De natuurkunde van het hele kleine, het piepkleine, dat is waar ik onderzoek aan doe. Dat heet nanofysica. En nano, dat is zeg maar een miljardste van een meter. Dus dat is ongelooflijk klein. Misschien niet oneindig klein, dat is een soort wiskundig begrip, oneindig klein. Maar wel super, super, super klein. Zo klein dat het eigenlijk bijna oneindig klein is. Dus ik hou me bezig op mijn manier... met het oneindige. Ik heb ook collega's, en met name mijn collega Robert zit daar eerder in die hoek, die houden zich ook bezig met het oneindige, maar dan niet met het oneindig kleine, maar met het oneindig grote. He, dus het heelal, hoe groot het heelal is, misschien is het echt oneindig groot, of misschien is het toch eindig, maar in ieder geval het is onbeschrijfelijk groot. En daar hoort ook bij dingen die oneindig lang geleden gebeurd zijn, ik denk dan aan de oerknal, en misschien zelfs wat er daarvoor was of zo, voor de oerknal. Dus dingen die absurd ver, lang en groot zijn. Dus dat zijn eigenlijk de twee uithoeken. En beide doen we dat als natuurkundigen. We kunnen ook heel goed met elkaar praten, dus op een of andere manier hebben we toch een gemeenschappelijke taal daarin, hè? Nou, waar het vandaag eigenlijk om gaat, is de vraag. Hè? Dus een godsdienstig mens zou je kunnen definiëren dat ze een mens die op zoek is naar het oneindige in zijn eigen leven. Hè? Dus bijvoorbeeld die niet stopt bij het idee van ja, ik leef hier 40, 50, 60, 70 jaar, maar misschien is er nog wat meer. Die op zoek is naar iets wat de eindigheid van wat we allemaal zien, dat die daar... boven voorbij wil gaan. En dus in die zin is er wel een soort verband tussen de godsdienstige mens en de natuurkundige. Ik zal proberen het verband een klein beetje verder uit te werken. Het blijft natuurlijk toch wel twee verschillende takken van sport, maar we kunnen er toch wel iets zinvols over zeggen. En ik wilde het verhaal ook een beetje illustreren. En mijn mascotte, zeg maar, dat is, die zie je hier, dat is de mier. Jawel, de mier. En niet zomaar een mier, een hele beroemde mier. Namelijk de, dus daar gaat het even over, hè. Men zoekt toch naar het oneindige als wetenschapper en christen. En dan nu de mier, dat is de mier van Garcia Lorca. Wie was Garcia Lorca? Nooit van gehoord?
Een hele beroemde Spaanse schrijver. Die leeft in de vorige eeuw, is volgens mij ook slecht aan zijn eind gekomen of zo. Volgens mij is die vermoord of zo, ik weet niet precies. Dus een Spaanse schrijver zo rond 1930 of zo. En die heeft een verhaal geschreven over een mier en over een slak. En het is een leuk verhaal. Laat ik jullie ervan zien. Dit is het eerste. Dus die mier, die klimt in een grashalm en die komt dan beneden en vertelt dan aan zijn kameraad mieren dat hij sterren gezien heeft. En ze helemaal van ondersteboven. En die kameraden die zien dat niet zo zitten, want die vinden die mier, die moet gewoon zijn werk doen en niet in riethalmen klimmen. En die worden echt heel erg boos op die mier en tuigen hem ook af. En dat ziet die slak dan gebeuren, dat die mier wordt afgetuigd. En die vraagt, wat heeft hij gedaan? En die slak snapt ook niet precies waarom die mier in die grashalm geklommen is. Die zegt, ik zie alleen maar gras en zo. Ik denk dat de meeste van jullie dat sympathie voor die mier. Hè? Dat is iemand die verder kijkt dan zijn neus lang is. Hè? En ik denk dat is ook typisch datgene wat een wetenschapper graag doet. Niet alleen een wetenschapper. Ik denk dat we allemaal sympathie hebben voor mensen die verder kijken dan datgene wat gewoon alleen maar huisje, boompje, beestje is. En een wetenschapper doet dat natuurlijk bij uitstek. Hè? Ons vak. Wij worden betaald, zeg maar, om verder te kijken dan onze neus lang is. Om inderdaad in die grashalm te klimmen en proberen dingen te zien waar we eigenlijk geen voorstelling van hebben. En dus ik heb sympathie voor die mier. En straks komt die mier terug. Dat wordt vervolgd. En dan zullen we het zien hoe het met die mier afloopt. Het loopt niet goed met hem af, maar hij heeft op het einde ook nog een les voor ons. Hè? Dus dit is even de mier. De mier is denk ik het voorbeeld van de wetenschappen. En van de mier ga ik dan over naar mijzelf. Dus dit is wat ik geleerd heb in mijn vak als natuurkundige. Wees gerust, ik ga jullie geen natuurkunde college geven nu, geen formules. Maar ik heb een aantal algemene principes geleerd als natuurkundige die me goed van pas komen. En ik zal straks proberen aan te geven dat diezelfde principes me ook goed van pas komen als ik op zoek ga naar het oneindige in mijzelf, in de mens. En misschien op zoek gaan naar God. Wat heeft de natuurkunde mij geleerd? Allereerst natuurlijk dat er meer is dan je kunt zien. Ja? Dat geldt voor die mier ook. Dus als de dingen die we gewoon om ons heen zien, die zijn saai, die zijn bekend. En we hebben ons afgevraagd, wat zit er in het verre heelal? En wat zit er in de materie? We weten dat je ziet hier een stuk tafel, maar ik weet dat er allemaal atomen zitten, dat er een heleboel lege ruimte is en dat er allemaal elektronen in ronddraaien. En ik weet dat die elektronen puntdeeltjes zijn. Allemaal dingen waar je geen voorstelling van hebt en die we allemaal al weten. En sommige van die dingen weten we al 100 of 200 jaar. Dus we gaan verder dan wat je kunt zien. We zoeken graag de grenzen op. Hè. Dat geldt bijvoorbeeld voor een sterrenkundige die altijd wel verder wil. Maar dat geldt ook in de natuurkunde. Ik weet niet of je gehoord hebt bijvoorbeeld van die grote versnellers. Je hebt er nou pas eentje die pas open gegaan is in Genève. En ook hier in Nederland proberen we steeds weer nieuwe apparaten te bouwen die steeds weer verder gaan dan waar we tot nu toe gebleven zijn. Want we weten als je een grens opzoekt, dan wordt het pas spannend en dan wordt het pas interessant. Dat is het tweede. Het derde, dat is iets waar ik straks ook nog op terugkom. Dat is een standaard aanpak. Je zou zeggen van als natuurkundige moet je vooral ook gaan kijken naar de algemene dingen. Dit zijn de belangrijke dingen, de algemene dingen. Maar we weten dat niet zo vruchtbaar is. Het is veel vruchtbaar om te kijken naar speciale gevallen. Hele bijzondere, uitzonderlijke dingen. En die leren je dan ook iets over het algemene, maar die leren dat op een veel indringende manier. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het meest intrigerende voorwerp in het heelal is een voorwerp waarvan we niet eens precies weten of het wel bestaat of niet. Dat is het zogenaamde zwarte gat. Het zwarte gat is een heel bijzonder ding. We hebben er nooit één gezien. We denken dat ze wel bestaan. En door het zwarte gat te bestuderen, wat heel bijzonder is, leer je echt in het extreme hele fundamentele dingen die je dan kunt toepassen op alles in de natuur. In mijn eigen vakgebied, waar ik zelf erg door gefascineerd ben, is verstrengelde elektronen. Dat zijn twee elektronen die een van de hele subtiele onzichtbare band hebben. Heel erg kwetsbaar. Komt bijna niet voor, maar onder hele uitzonderlijke omstandigheden kun je die maken. En door die hele speciale gevallen te onderzoeken, leer ik iets over het meest algemene. Want uiteindelijk wil ik natuurlijk wel de gewone dingen om me heen te verklaren. Maar om dat te doen moet ik op zoek gaan naar de speciale uitzonderlijke dingen die nooit voorkomen. Alleen maar onder hele bijzondere omstandigheden. Okay. Dus dat was een soort vooruitproefje. Wat zou nou het speciale geval zijn dat straks bij het godsgebeuren aan de orde komt? Kun je wel eens over nadenken wat dat is. Vorm je intuïtie. Ik heb
Dus vaak zeggen mensen van ja, natuurkunde, bijvoorbeeld op school, ik vind het zo moeilijk, ik kan het zo moeilijk snappen, ik kan me niks bij voorstellen. En dat klopt. En dat geldt voor iedereen, en dat geldt voor mij, en dat geldt ongetwijfeld ook voor professor Dijkgraaf. En waarom is dat zo? Omdat die intuïtie, die wordt gevormd als je een kind bent. He, dus als je, mijn kleindochter, die is nu op zoek naar bijvoorbeeld dingen pakken. En die leert dat als je niet uitkijkt dat dingen vallen, dat je moet oprapen. En dat bekertjes kunnen omvallen en dat dan al het water eruit valt. Dus die is haar intuïtie aan het vormen. En dat doet ze, en daar maakt ze geweldige vorderingen in. Zodat ze op een gegeven moment gewoon kan rondlopen en alles kan pakken en neerzetten. En die jeugdervaringen, die kun je niet overdoen als volwassene. Dus ik kan niet nu een intuïtie opbouwen voor wat er gebeurt in een atoomkern. Hoe die elektronen daar rondlopen, en dat is heel bizar, want die elektronen die kunnen op verschillende plaatsen tegelijkertijd zijn. Dat kan ik niet aanvoelen. Ik kan wel proberen om een of andere manier die intuïtie te vormen. Dat zal nooit op dezelfde manier gaan als de dingen die ik echt aanvoel. En ik gebruik daar dan de taal van de wiskunde voor. Zodat ik op een gegeven moment toch wel iets kan verklaren van wat er gebeurt in zo'n elektron en in zo'n atoom. Maar het zal toch iets blijven wat toch altijd botst met datgene wat ik echt helemaal aanvoel. Dus het vormen van de intuïtie is een belangrijk deel wat wij doen voor onze natuurkundestudenten. Maar helemaal uitkomen ze niet. En uiteindelijk, een grote natuurkundige, Feynman, heeft bijvoorbeeld gezegd, de kwantumfysica, dat is de grondslag van de natuurkunde, kun je nooit echt snappen. Vertrouwen op getuigen, ook een belangrijk ding. Ik kan niet alles voor mezelf opnieuw uitzoeken. Ik moet voor heel veel dingen gewoon vertrouwen op wat andere mensen hebben uitgedacht. Ik geef een college, het elektromagnetisme. Dat is in 1880 door een zekere meneer Maxwell uitgedacht. En ik vertrouw daarop dat het zo is. En omdat het een persoon is die het goed heeft uitgezocht, en daar vertrouw ik op. En dus dat idee dat ik niet alles zelf hoef uit te vinden, dat gaat mij heel natuurlijk af. En ik weet zeker als ik dat niet zo zou doen, dat ik niet zo ver zou komen. Nou, het oneindige is bereikbaar, dat is de droom en de hoop die we hebben. En ik heb nog een mooi gedicht hier, dat slaat eigenlijk op die bol. Dat is wat we eigenlijk doen als natuurkundigen. We zien de dingen om ons heen, gewoon dingen die we kunnen vastpakken. En daar proberen we het oneindige in te zien. En dat is niet altijd makkelijk, maar het lukt ons wel. En het is eigenlijk heel bijzonder dat we dat kunnen. Nou, oké, dat gaat goed. Dan nu, helpt mij als christen. Het gaat hier vanavond ook een beetje dus over wetenschap en over geloof. Hè? Geloof is in eerste instantie geloof in God. Ik ben zelf een christen en ik heb het dus iets proberen te preciseren. Omdat ik gemerkt heb, als ik het gewoon zou hebben over geloof in God, dat is eigenlijk best wel vaag. En wat is God? Sommige mensen zeggen, de natuur is God. Einstein zei, de natuur is God. Dus om te zorgen dat het nou, en zonder natuurlijk enig... af te doen aan het respect voor ik heb voor mensen die op een andere manier op zoek gaan naar God, niet als christen. Dit is nu eenmaal mijn idioom, mijn taal. Ik weet ook niet veel van scheikunde, daarom zeg ik daar ook niks over. Dus ik heb het vandaag over mijn geloof als christen. Dat is de manier waarop ik in de religie sta. Nou, ik kan niet echt zeggen, dat was de hoop van de mensen die het debat organiseerden. De hoop was dat ik nu zou zeggen van kijk eens, en als ik die wetten van de kwantummechanica nou toepas op de ziel, dan snap ik plotseling hoe dat moet, die ziel. En dan snap ik ook hoe dat eeuwig leven, hoe dat in zijn werk gaat, want onze ziel is verstrengeld met een andere ziel daar in de hemel. En als ik sterf, dan vindt er teleportatie plaats en een belmeting daar op de hemel. En op die manier wordt mijn stoffelijke lichaam overgezet op het onstoffelijke lichaam in de hemel. Er zijn mensen die daarover schrijven, daar kun je Wikipedia over lezen. Maar dan zit je wel echt in een uithoek van de wetenschapper. Dus de gewone mainstream natuurkundigen, zoals Robert en ik dat zijn, die zijn er te saai voor. En dus nee, ik kan, als jullie dat gehoopt zouden hebben, moet ik jullie teleurstellen, ik kan niet vandaag komen met een natuurkundige theorie voor het eeuwig leven. Die heb ik niet. En dus ik kan ook niet zeggen dat wat ik weet over bijvoorbeeld kwantumfysica, dat nou bepaalde dingen die moeilijk te verklaren zijn, dat die voor mij verklaart. Maar bepaalde uitgangspunten, die een bepaalde manier om over dingen na te denken, die kan ik wel degelijk toepassen. En ik ga gewoon hetzelfde rijtje af. Ik kan het wat sneller doen, want ik heb het al uitgelegd. Er is meer dan je kunt zien. Dat is natuurlijk, daar begint het mee, hè, van er zal wel iets zijn, hè. Er is meer tussen hemel en aarde, hè? Dat is Shakespeare, dacht ik. Hè? Dat is een soort gevoel dat we allemaal wel een beetje hebben, hè? Dat er meer is dan je kunt zien. Daar iemand die zegt van nee, als ik het niet kan zien, dan geloof ik het niet. Dat is een hele simpel iemand. Dus daar, dus zoek de grenzen op. Hè? Dat is natuurlijk wat we uiteindelijk doen. Uiteindelijk als
als christen proberen we over die grenzen van de dood heen te gaan, over de grenzen van de dood heen te kijken. En je kunt er met mensen over praten, hoe zij daar over nadenken. Mijn vrouw Maaike heeft daar hele, die weet verder weinig van natuurkunde, maar heeft hele, vind ik, hele creatieve ideeën over hoe dus de grenzen van de dood, hoe je die op kunt zoeken en ook kunt zoeken. En om dan gewoon even een natuurkundige term te laten vallen. Haar idee is dat de overgang naar het eeuwig leven een adiabatische overgang is. Jawel, Robert. Een adiabatische overgang. Dus dat idee is dat het een soort scherm is waar je doorheen moet gaan en dat alles anders is. Dat de misvatting is dat het een geleidelijke overgang is. En dat het ook de opgave is die we hier op aarde hebben om te proberen die overgang naar het eeuwig leven zo geleidelijk mogelijk te maken. Adiabatisch. Zit er natuurkundig hier in de zaal? Ja, toch een paar, hè? Dus zal een paar natuurkundige termen nog wel gebruiken. Een adiabatische overgang van leven naar dood. Nou, dat is haar idee, dat vind ik mooi. In ieder geval zoek die grens op. En uiteindelijk zullen we het allemaal tegen die grens aanbotsen. Dus we hoeven hem eigenlijk niet op te zoeken, hij komt. En wat de christen probeert te doen is zich een beetje voorbereiden op die grens. Dat is helemaal geen slecht uitgangspunt natuurlijk. Maar hij komt zeker, dat weet je zeker. En leer van speciale gevallen. Ja, wat is het speciale geval waar het christendom op gebaseerd is? Klas. Nou, wat is het speciale geval waar het christendom op gebaseerd is? Ja, Jezus Christus. Jezus Christus, laten we zeggen, als bijzonder geval. Dat vind ik toch ook wel aardig. Mensen zeggen van ja, geloof, het is niet falsificeerbaar. Het is geen wetenschappelijke theorie, het is niet falsificeerbaar. Nou, sommige dingen zijn inderdaad niet reproduceerbaar, dat is waar. Maar het christendom is bij uitstek een falsificeerbare theorie. Een falsificeerbare leer. Bij uitstek falsificeren, omdat hij namelijk berust op het feit dat in het jaar 33, en ik heb laatst iemand gehoord die precies de datum wist, dat kon ze op een of andere manier reconstrueren, zoveel april 1933, tussen 5 en 6 uur 's ochtends, één persoon die in een van de graf lag in Jeruzalem, is opgestaan uit de dood en toen naar de hemel is opgestegen, 50 dagen later. Nou, of het is niet op te reproduceren, maar het is wel degelijk te falsificeren. Ik heb pas bijvoorbeeld een boekje gelezen die zich zorgen maakte over de chronologie van de Goede Week. Dus het is een probleem met die chronologie, namelijk het moet allemaal op Goede Vrijdag gebeurd zijn. En Goede Vrijdag zou Pasen zijn, Joodse Pasen zijn. En het is absoluut onmogelijk dat de Joden op hun paasdag een proces zouden gaan voeren. Dat is ondenkbaar. En die schrijver van het boek die zei ook van of we lossen dit probleem op van die chronologie, of we zullen moeten concluderen dat het niet gebeurd is. En ja, dan is Jezus Christus best nog een persoon waar je best wel je kunt laten inspireren. Maar de universele zeggenskracht die hij heeft voor de christen, heeft hij dan verloren. Nou, je kunt die chronologie inderdaad oplossen. Overigens, jullie willen weten, wie heeft dit geschreven? Pas uitgekomen? Ja, in persoon, maar ik een grote fan, mag je wel zeggen, toch in dit bolwerk hier. Dat is Paus Benedictus Ratzinger, die heeft dus een boek geschreven, een mooi boek. Ik ben er erg fan van, waarin die, en daar herken ik namelijk de wetenschapper in, dat vind ik dus erg leuk. Dit is dus de paus, de baas van de katholieke kerk, die schrijft een boek en dan zegt hij van dit probleem van de Goede Vrijdag, dat is een probleem, ik moet het oplossen. Als ik die chronologie niet in orde krijg, dan zal ik moeten constateren dat het niet zo gebeurd is. Dan is het verhaal van Jezus Christus vermoedelijk verzonnen. Dan kan ik me nog door laten inspireren. Maar dan moet ik verder mijn boeltje oppakken en dan stap ik weg. Dan ga ik weg. Nou, dat vind ik gewoon mooi dat er toch een wetenschapper, dat je enigszins als wetenschapper dit wel tegemoet kunt treden. Dus dat is een speciale geval waar wij van leren, dat is Jezus Christus. Vorm je intuïtie, ja, je hebt voor je geloof ook een intuïtie nodig. En sommigen die hebben het geluk dat ze die intuïtie hebben kunnen vormen als kind, doordat ze gelovige ouders hadden. En anderen die hebben die intuïtie niet gevormd gekregen als kind. En die moeten zich dus inspannen om die intuïtie te vormen. En het kan, zoals je ook allerlei dingen op latere leeftijd kunt leren, een taal ook. Vorm je intuïtie, want het zijn natuurlijk vreemde dingen, dood is dood. En om daar voorbij te gaan, moet je over nadenken. Vertrouwen op getuigen, ja, dat is natuurlijk ook. Wie zijn al die getuigen? Nou, recente getuigen, getuigen van lang geleden. Mensen waar je respect voor hebt. Geleerden in mijn geval. Dat zijn mensen waar ik zeg van, nou, als dat een natuurkundige was, zou ik respect voor hebben. Mensen die echt doordenken, doorvragen. En die een soort deugdelijke manier van redeneren hebben, waar ik respect voor heb. En als die dan tot een bepaalde conclusie komen, dan leg ik die niet zomaar naast me neer. Maar dan zeg ik van, nou, zelfs zie ik het niet altijd zo, maar ik neem dat toch heel serieus. Op dezelfde manier dat ik ook theorieën uit de natuurkunde die ik niet helemaal kon doorgronden, heel serieus neem. Vertrouwen op getuigen. Het oneindige is bereikbaar. Ja, dat is ook de hoop en de droom die we natuurlijk hebben als gelovigen.
En ja, dan natuurlijk iets over de methode. Hè. Dus de methode is natuurlijk anders. Hè. De wiskunde, de taal van de wiskunde die ik gebruik om natuurkundige theorieën te snappen, die kan ik niet zo goed loslaten, op het geloof. En dat komt omdat bij uitstek natuurlijk het christelijke geloof is een ontmoeting met een persoon. Met die persoon van de levende Jezus Christus. En ontmoetingen met personen, die werken nu helemaal wat anders. Die hebben een andere logica dan ontmoetingen met een theorie. En daar is bijvoorbeeld het hart een gevoeliger instrument dan het verstand. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je het verstand wel uitschakelen. Maar het hart is nu eenmaal een gevoeliger instrument. En kan je dus op bepaalde manieren toch dingen helpen waar je anders niet zo goed uitkomt. Nou, ik ben nu bijna klaar. En ik kijk naar de tijd, maar gaat helemaal goed. Even nog goed hoe het gaat met de mier, hoe het afgelopen is met die mier van Lorca. Het is een heel verhaal, maar ik geef jullie de ontkloping. Het loopt slecht met hem af. Hij sterft. En als stervende ziet hij een bij overkomen. En hij zegt, die bij die is gekomen om mij naar de sterren te brengen. Kijk, dat is de gelovige mens. Wij zeggen van, wat een onzin. Ja, dat hij die sterren gezien heeft, dat klopt wel. Maar die bij die kwam gewoon toevallig aanvliegen. Die had echt, was echt geen enkel plan om iets te doen met die mier. Die mier is gewoon dood gegaan en is gewoon begraven en is afgelopen. En de gelovige mens, die geeft een betekenis. Die geeft een betekenis aan het zien van de sterren, het zien van het oneindige. En die maakt er iets bij wat persoonlijk voor hem van belang is. Dus die sterren die hij gezien heeft, die ontdekking, die is voor die bij, voor die meer persoonlijk van belang geworden. Daar gaat hij namelijk naartoe. En die bij die is gekomen om hem daarheen te brengen. Ik kan heel makkelijk zeggen, van, nou, hij had het verkeerd. En degene die bij het goede eind had, was de slak. Die had het bij het goede eind. Maar goed, in dit gedicht, het is zo geschreven dat je meer sympathie hebt voor de mier en voor de slak. En zonder nou te zeggen dat het nou een 1-op-1 parallel is met de gelovige mens, zit er toch iets in. De gelovige ziet iets en betrekt het op zichzelf. En heeft dan toch een bepaalde ervaring die de slak niet heeft. In dit geval is dat de troost die de stervende mier had toen de bij kwam overvliegen. Dan mijn stellingen. Ik heb die stellingen uit het boek Life of Pi, kan ik jullie allemaal aanbevelen. Prachtig boek. En ik heb ook een cartoon. Die cartoon zag ik pas. Dat is XKCD. Ik weet niet of jullie dat zien. Dat is een leuke cartoon. Het is bedoeld als een atheïstische cartoon. Hoor. Laat ik eerder al zijn. Het is echt bedoeld als een cartoon om te zeggen van ha ha ha. Maar ik vind het een geweldige, leuke cartoon. En het is gelijk ook mijn uitnodiging aan jullie hier. Hè. Dus er zullen hier mensen zijn die noemen zichzelf gelovig. Er zullen misschien mensen zijn die noemen zich ongelovig. Dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Hè. Zoals ik daar ook zeg. De atheïst is mijn broeder in het geloof. Dus je gaat een end en op een gegeven moment spring je, of je springt niet, maar je maakt een keuze. Dat is denk ik de moeite waard. En deze cartoon die vind ik eigenlijk wel aardig. En zeker als je natuurkundig bent, als mensen je vragen, wat is dan je geloof? Experimenteel monotheïstisch. Wat is een experimenteel monotheïstisch? Monotheïstisch zeg, ik geloof dat er één God is en ik ben hard bezig om de foute marge, goed, een natuurkundig ding, om de foute marge te vinden. Het is bedoeld als een grapje, maar er zit wel iets in. Hè? Dus, Ik verlang er naar te geloven dat er een God is, maar ik schakel mijn verstand niet uit en ik ga eens kijken of dat inderdaad zo is. Nou, als je dat op een eerlijke manier doet en dan op een gegeven moment ook een conclusie trekt, zoals je die ook graag uit een experiment zou willen trekken, dan zul je of een gelovige worden of een atheïst en dat geeft niks. Dat is in ieder geval een conclusie die ik getrokken heb en waar je later nog op terug kunt komen, een andere conclusie kunt komen. En wat ik je zou willen ontraden is de agnost die zegt van geen idee of een God bestaat, ik weet het niet, ik kom er niet achter. En dat is denk ik ja, toch een soort levenshouding die minder vreugde kan geven dan een van die andere twee. En dan is het einde. En er stond tot 40, dus ik heb zelf nog 5 minuten voor een vraag. Volgens mij ben ik helemaal binnen het schema. Inderdaad, prima. Je mag nog even blijven staan. We gaan eerst nog even terug naar de stelling van professor Beenakker. Dat is nummer 2. De agnostische keuze voor twijfel als levensvisie is als de keuze voor onbewegelijkheid als vervoersmiddel. In één keer de kaart omhoog. Volgens mij is er niet zoveel veranderd. Maar misschien zijn er evenveel mensen veranderd, dan zou het ook kunnen. We gaan nu even naar een kort moment voor vragen. Er is deze avond een panel. Die mensen zitten hier vooraan. Dat weten jullie niet, maar ik wel. En een van de panelleden zal nu een vraag stellen. En daarnaast de gelegenheid voor iemand uit het publiek om een korte vraag te stellen waar professor Beenakker dan kort op kan antwoorden. Dus nu wil ik eerst een panellid hiervoor.
En die krijgt nu een microfoon. Hallo, ik ben Julien van de UvA. En ik was heel erg benieuwd. Als ik naar de geschiedenis kijk, dan zie ik eigenlijk bij elke cultuur wel een apart geloof rondhangen, zeg maar. En ik vraag me af, is dit misschien een soort van eigenschap van de mens om heel erg graag te willen geloven in iets? Want is dat niet in de mens, in de aard van de mens? Ja, en absoluut. Dat is absoluut waar. En op dezelfde manier kun je zeggen dat je ook in elke cultuur een verlangen ziet naar wetenschap, naar dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld het feit dat sterrenbeelden die namen gekregen hebben, was natuurlijk ook een soort astronomie avant la lettre. Hè? Dat er natuurlijk een vooruitgang zit in de wetenschap, vinden we heel logisch. Hè? Dat we nu meer weten dan de Cro-Magnon-mens, verwondert niemand. En dat er ook in de religie een vooruitgang zit, dat je van natuurgodsdiensten gaat naar, laten we zeggen, de grootste vooruitgang is denk ik naar het monotheïsme. Dat is toch, als ik kijk naar de drie grote religies, Jodendom, Islam en Christendom, is dat waar we elkaar in vinden. Daar zit een bepaalde vooruitgang in. Ik denk dat er een vooruitgang in zit. En het feit dat de mens dat verlangen heeft, dat is absoluut waar. En dat zegt, dat is denk ik nog een bewijs voor dat het waar is, nog een bewijs dat het van het tegendeel is, iets wat we kunnen constateren. Dus ik proef een beetje uit jouw vraag zoiets van, ach, elke religie heeft zijn eigen geloof en die kunnen niet allemaal waar zijn en dus is er geen één waar. Maar ja, dat is op zo'nzelfde manier redeneren van, ja, overal heb je wetenschappelijke theorieën en die zijn met elkaar in strijd en ze zullen allemaal fout zijn. Nee, daar zit natuurlijk een bepaalde progressie in. En ik denk ook dat er in het zoeken naar God een bepaalde progressie, laten we het hopen. En dat is denk ik alleen maar iets om op een gegeven moment denk ik van, nou, het is toch wel heel mooi dat daar een ontwikkeling in zit. Dank u wel. Tijd voor nog één vraag vanuit het publiek. Ik zie daar iemand. Kan daar een microfoon naartoe? Ja. Stel jezelf eerst even voor en dan je vraag. Goedenavond, ik ben Astrid uit Delft. Ik studeer technische natuurkunde. En ik vroeg me af, u heeft het nu net gehad over uw identiteit als natuurkundige en uw identiteit als christen en de overeenkomsten, wat u van beide leert. Maar kunt u ook aangeven of u een spanning ervaart tussen beide? Dus... Ja, nou, is spanning in die zin dat, kijk, als natuurkundige is mijn vak, het is geen vakinhoudelijke spanning, wel spanning, omdat natuurlijk mijn vak is om alles te bevragen, om dingen niet te geloven, om niet voor waar aan te nemen, kritisch te zijn, kijken, klopt het wel, is het wel zo? Dat is de manier natuurlijk waarop ik in mijn vak vooruitgang maak. En diezelfde vragen stel ik natuurlijk ook over het geloof. En in die zin zou ik wellicht een makkelijker... Ik zou niet zeggen dat ik het zou willen uitraden of zo, maar ik zou me kunnen voorstellen dat als ik me nooit zou afvragen, als ik gewoon zeg, ja, ik geloof nu eenmaal omdat ik zo, ja goed, omdat ik Nederlander ben, dan vraag ik me ook niet af van, god, zou ik niet liever weet ik veel wat zijn. Maar ja, ik kan niet zeggen dat het een spanning is. Het is wel een spanning, dus diezelfde vraagstelling van, ja, kijk, zoiets als wat je collega zei van, god, verbeelden we ons niet allemaal. Ik zag last pas dat Stephen Hawking zegt van, religie is gewoon de angst van de mens voor het donker. Nou, daar kun je best wel een mooi verhaal omheen hangen, hoor. Angst voor de mens voor doodgaan, angst voor het donker. En dus hebben we iets verzonnen wat... En dat is de reden waarom religie overal voorkomt. Dat is een theorie die ik best zou kunnen uitwerken en waar ik ook best wel iets in zou zien zitten. En die spanning heb ik natuurlijk wel. Dus ik denk dat dat eigenlijk niet alleen van wetenschappen, maar voor elke gelovige weet hoe het is om ongelovig te zijn. Misschien niet omgekeerd. Misschien is het zo dat niet elke ongelovige weet hoe het is om gelovig te zijn. Dit heb ik niet van mezelf, maar heb ik van Julian Otte. Maar elke gelovige weet hoe het is om ongelovig te zijn. En dat is heel normaal, denk ik. Dank u wel. U komt zo nog even terug. Ja. Gaan we nu naar de volgende uiteenzetting van professor Robert Dijkgraaf. Wilt u vast naar voren komen? En voor u van start gaat, eerst nog even de stelling die we zo meteen aan de endtalk zullen laten terugkomen. Ik lees hem even voor. Als ik klaar ben met voorlezen, jullie kunnen hem nu allemaal al lezen, dan in één keer graag alle kaarten omhoog. Dogma's zijn een belemmering voor de ontplooiing van de menselijke natuur. Ik schat zo 60% is daar het niet mee eens. Professor Robert Dijkgraaf, aan u het woord.
Nou, ook namens mij hartelijk welkom. Groot genoeg om hier te staan. Ik voel wel dat ik in een heleboel opzichten, ik zou zeggen, bijna direct met 3-0 achter sta. Ten eerste ben ik absoluut geen expert in religie. Ik moet zeggen, als president van de academie moet ik wel eens over allerlei onderwerpen praten. En dan krijg ik wel hele fijne e-mailtjes zo van, goh Robert, ik lees dat je ook al iets weet van biologie. Dat weet ik. Ten tweede sta ik achter omdat ik zelf niet gelovig ben. Daar ben ik denk volgens mij ook voor uitgenodigd. En ten derde heb ik niet mijn eigen laptop bij me. Dus dat... ik vind het ook heel spannend om hier samen met Carlo te staan, die ik natuurlijk heel goed ken. En we zijn goede vrienden en collega's. En ik denk dat ik in zijn betoog enorm ver mee kon gaan. Ik was er ook heel erg door gegrepen. Ik voelde dezelfde verwondering. Ik voelde dezelfde neiging om dat universum te begrijpen. Liefde voor alles om ons heen. Ik zie alleen dat in die zoektocht ik uiteindelijk niet dat godsbegrip nodig heb. En als ik iets wou vertellen vandaag is dat ik hier eigenlijk alleen maar als ervaringsdeskundige sta als wetenschapper. Als iemand die bezig is, dagelijks bezig is met die zoektocht naar de waarheid. En die waarheid is voor mij een moeilijk proces. Het is een gevecht waarbij je met heel veel dingen vecht. Je vecht zeker met de materie. Absoluut is de materie, het universum om ons heen, niet iets wat makkelijk zijn geheimen blootgeeft. Het is wel eigenlijk heel wonderlijk soms dat de grootste geheimen van de natuur verstopt zitten in de hele kleine deeltjes of op de hele grote verre afstanden waar Carlo het net over had. En het is ook vooral een gevecht tegen jezelf. Want volgens mij als een mens één ding geneigd is om allerlei patronen te zien in dingen die er niet zijn. Dus ook als wetenschapper denk ik ben je zelf eigenlijk altijd je grootste vijand. Want het is zo verleidelijk om door te trekken aan een praatje met een collega en dan prikt hij voor jou het ballonnetje door. En voor mij is dus ook de zoektocht naar de waarheid een moeizaam proces. Waar je stap voor stap, het zijn een beetje die foute grenzen die je steeds kleiner maakt. En ik heb het een keer ergens geschreven en laatst was er een boekje. Ik heb het alleen in de boekbespreking gezien van een jonge filosoof, Koen Simons. En die maakt blijkbaar gehakt van mijn redenering, want dat is het meest idiote wat hij ooit heeft gehoord, dat je de waarheid in een langzaam proces zou moeten benaderen. Omdat hij denk ik voelt dat het iets oneindigs, instantaans en universeels is. Ik begin ook met het plaatje hier van, behalve het een prachtig schilderij is van Caspar Friedrich Davids, een uitspraak van Arthur Wellesley, dat is de Duke of Wellington, die Napoleon heeft verslagen. Die zegt eigenlijk dat in het leven, in het oorlog in leven, is het om te vinden wat aan de achterkant van de heuvel is. En een mooi verhaal vind ik altijd, toen hij gepensioneerd was, nam hij vaak vrienden die op bezoek waren mee in een koets, ergens ver in het landschap in Engeland. Gingen ze op de heuveltop staan en dan moesten ze kijken naar het landschap en dan moesten ze voorspellen wat zit er achter de volgende heuvel. En om dat te kunnen zien, zeg ik altijd, heb je een soort tunnelvisie nodig. Iets is eigenlijk met je intuïtie of wat dan ook proberen door te kijken wat erachter ligt. En daarna reden ze met de koets naar de volgende heuveltop en Wellesley had heel vaak gelijk. Op een heel goede manier kon hij dat inschatten. En ik denk dat is in zekere zin. Hoe werkt dit? Enter? Nee. Oeps. Een verkeerde knop. Nou, ik heb er niet op gedrukt. Ja, dan gaan we terug. Ja. Welke knop doen we? Deze. Ja, deze hier. Oké, samen. Dus ik denk heel vaak dat we in wezen bezig zijn. We zijn een soort ontdekkingsreiziger. We proberen die wereld in kaart te brengen. En we zijn een klein beetje als die oude cartografen, zoals ik hier heb gezien, de stukjes van het land zijn in kaart gebracht. Dan kun je ook precies lezen wat we hebben begrepen. Maar we hebben een grote zee van onbekendheid, waar we mee omgaan. Newton, zijn naam viel al, die zei een keer van, ik heb langs het strand gelopen en ik heb een paar mooiere schelpjes gevonden dan andere. Maar hij voelde zich omringd door die oceaan van onbekendheid. En de menselijke geest heeft denk ik heel veel moeite om met dat onbekende om te gaan. Het is een soort horrorvacui. En net zoals die oude cartografen, die durfden niet dat gewoon leeg te laten, gewoon te schrijven van die zee, ik weet nog niet wat daar is. Maar schilderden daar grote zeemonsters neer.
En eigenlijk wat gebeurt is, langzamerhand zijn één voor één zijn die zeemonsters verdwenen uit ons wereldbeeld. Dat is een lang en moeizaam gevecht geweest. Laten we ons dat absoluut realiseren. Wat voor, met heel veel verschillende bronnen in verschillende culturen. Maar als het ware is het veroveren van kennis een proces geweest wat alles heeft gevraagd van de mens. En ik gewoon een klein grapje van een voorbeeld van hoe soms onbekendheid, misschien hebben jullie dat wel eens meegekregen, dat was vorig jaar, was een van de vrouwen die bakte een omelet. En die opende bak één ei, zaten twee dooiers in. Toen het volgende ei, twee dooiers. Derde ei, twee dooiers. Op dat moment werd een man bijgehaald. Het vierde ei, twee dooiers. Uiteindelijk bij het zesde ei werd direct de krant erbij gebeld en waar heel veel allerlei wetenschappers die over ontfermden, de kans dat een ei twee dooiers zit is ongeveer 1 op 1000. Dus wat heel snel berekend dat de kans van dit gebeurtenis was absoluut astronomisch. Het ontstond er een prachtige discussie in de media over allerlei kip- en ei-hoogleraren die zich ermee gingen bemoeien. Van ja, dat was dezelfde kip. Of we hebben zitten de kip hormonen gebruikt, of die eieren waren allemaal gerangschikt. Tot een van deze deskundigen beschreef van ja, hij liep in de supermarkt en zag op een gegeven moment daar eierdozen met erop dubbele dode eieren. En daarmee was de puzzel opgelost. Gewoon als voorbeeldje van wat soms hoe moeizaam het is om die dingen te presenteren. En de wetenschap is niet alleen een zaak geweest waarbij we steeds veel hebben geleerd over de natuur, maar we hebben ook geleerd over wat wetenschap kan betekenen. Soms leert de wetenschap over de wetenschap zelf. Dit is een plaatje van een astronomisch model wat Kepler heeft gemaakt in het begin 17e eeuw. Hij wou toen begrijpen hoe het universum werkte. Het universum bestond van hem uit de 6 planeten die om de zon draaiden. En dit is een soort ingewikkeld wiskundig figuur wat in elkaar had gedraaid. Wat een beetje voorspelde wat de afstanden waren tussen de planeten. Nou, je ziet allemaal, dit is niet natuurlijk op dit moment. Dit model leer je niet in een moderne cursus sterrenkunde. Maar eigenlijk is, als je zegt van wat is nou hetgene geweest waardoor we nu wel begrijpen waarom ons zonnestelsel is zoals dat is. Dan is eigenlijk de belangrijkste les niet dat daar een hele mooie logica in zit, maar wat ook rond die tijd als eerste en als een ketters idee werd ervaren, dat er niet één zon is met planeten, maar dat er misschien wel ontelbaar veel zonnen zijn. Sterren waar andere planeten om draaien, sommige met 6, andere met 10, andere misschien wel 100 planeten. Dus een enorme diversiteit. En het feit dat wij leven in ons zonnestelsel was daarmee één van velen en behoefte dan ook niet meer de soort verklaring die Kepler zocht. Dus niet alleen zijn onze modellen van de wetenschap veranderd, maar ook zijn we vaak op een hele andere manier, een hele andere context naar diezelfde wetenschap gaan kijken. Dat is ook een proces wat lang en moeizaam is geweest in de tijd. Ik word altijd zeer ontroerd door deze kleitablet. Het is een Babylonische kleitablet, hij is 4000 jaar oud. En hier staan wiskundige getallen in, getallen die te maken hebben met de stelling van Pythagoras. En een van deze getallen is een getal van 8 cijfers. Ik vraag me altijd af van wie. Iemand heeft daar 4000 jaar geleden een kleitablet gemaakt met zo'n enorm groot getal erop. En toen schreef ik een keer een column over en zei ik van is het niet wonderlijk dat ik die kleitablet begrijp. En ik kan eigenlijk als het ware contact maken met iemand van 4000 jaar geleden en we hebben dezelfde verwondering. Is dat niet fantastisch? En toen schreef iemand een brief terug en zei van ja, maar ik krijg er eigenlijk anders tegenom. Van met hoeveel mensen was deze, ik stel me voor, Babylonische ingenieur, in staat om over zijn verwondering te spreken? Wie begreep dat getal? Waarschijnlijk niemand. Of een handjevol. Dus je ziet ook, zeg maar, die wetenschap, dat is een uitdijende vlek, maar het is iets waar je soms tegen heel veel onbegrip, desinteresse, et cetera, moet opboksen. Wat is dan die rol van die wetenschap in het grotere geheel? En ik denk dat dat iets is wat, we hebben het hier over de waarheidsbevinding, we hebben hoe we ons de wereld, het universum beleven. Wordt vaak gezegd dat dat, zeg maar, het wetenschappelijk beeld van het universum iets kouds en kils is, wat als het ware betekenis, geen betekenis heeft, waar je geen poëzie in kan vinden. Daar ben ik het allemaal volstrekt mee oneens. Ik beleef heel veel rijke gevoelens aan die wereld die we om ons heen zien.
een keer Richard Feynman, Carlo noemde al, heeft er een keer een prachtig over geschreven, of in een interview over verteld. Dat hij zei van dat sommige dichters denken dat de natuurkundigen door bij wijze van spreken naar een roos te kijken en die te zien als een verzameling moleculen, de ontroering van die roos zou vervallen. Terwijl hij zegt van juist nee, voor mij is dat een extra laag van betekenis. Ik weet hoe die gevormd is. Ik kan nadenken hoe de evolutie deze roos deze kleuren heeft gegeven. Ik vind het interessant dat het voor een bij een bijzonder aantrekkelijk is. Er zitten allerlei extra lagen van betekenis die je krijgt vanuit die wetenschappelijke vinding en wetenschappelijke beleving. En ik gebruik graag deze cartoon, wat een cartoon is van een bekende natuurkundige, John Wheeler, die eigenlijk zegt van de U van het universum en het oog is in zijn beeld, zijn wij, de mens. Dus wij kijken naar het heelal, wij observeren het, wij interpreteren het. En ik kom bijna terug bij die nier. Wij zijn degene die als het ware dat heelal ook voor een groot deel tot leven brengen, omdat wij daarnaar kunnen kijken, daarvan kunnen genieten en dat kunnen proberen te begrijpen. Altijd onvolledig, maar we doen dat stap voor stap. Maar, en dan kom ik toch wel een beetje bij mijn conclusies, dat is een gevecht. Dat is een gevecht waar we ons van bewust moeten zijn, dat we daar tegen vooringenomenheden, de dogma's die ik net noemde, volgens mij is dat ook mijn laatste stelling, de gedachtenpolitie, vooringenomen beelden, daar zullen we altijd tegen moeten vechten. Dat is een lang gevecht geweest in de wetenschap. Werd aan het begin gezegd van dat daar, wat ook de intellectuele tradities in de wetenschap betreft, dat er trouwens wel een, en dan moet ik wel even opkomen bij wijze van spreken voor mijn broeders uit de andere wetenschappen dan de Bertha-wetenschappen, dat daar ook de theologie bijvoorbeeld een belangrijke rol in heeft gespeeld. Het is inderdaad ongetwijfeld zo dat in de 16e eeuw de interpretatie, toen mensen precies gingen kijken naar Bijbelse teksten, als het ware duidelijk gingen kijken wat staat er nou precies, wat bedoelen ze nu precies, dat deze traditie, deze intellectuele traditie, absoluut heeft geleid tot uiteindelijk wat we dan de moderne natuurwetenschappelijke methode bedoelen. Maar ik zou toch willen beweren dat wat mensen betreft onze taak is, zeker als wetenschapper, om die wereld buiten ons te duiden, die oneindigheid die, waar Carlo het over had, te zoeken. Wat mij betreft ook in onszelf, want wij zijn als het ware zelf ook een verschijnsel wat we kunnen bestuderen. Maar als ik mij vraag, even stelling te nemen in het debat, want we hopen dat het nog een bepaalde prikkeling zal vanuitgaan, zijn er wat mij betreft geen aanwijzingen dat we buiten de natuur moeten zoeken om uiteindelijk die verdieping en die voldoening te kunnen vinden. Dank u wel. We gaan weer even terug naar de stelling. En ik zal hem nog één keer voorlezen en weer mijn vraag aan jullie om dan in één keer de kaart in de lucht te steken. Dogma's en gedachtenpolitie zijn een belemmering voor de ontplooiing van de menselijke natuur. Ik zie toch een bepaalde standvastigheid. Misschien dat er, ik schat in dat er een stuk of 10 mensen waren die van gedachten zijn veranderd. Zeg niet welke kant op. Nou, het was meer 50 tegen 50 procent nu. Het gaat weer net als net, er is weer een vraag vanuit van een van de panelleden. En daarnaast een gelegenheid voor een korte vraag uit het publiek. Dus microfoon kan naar het panellid hier vooraan. Hi, ik ben Marco en ik studeer natuurkunde hier in de VU. En ik had even een vraag. De wetenschap heeft heel veel antwoorden kunnen vinden op vragen die we hebben. Maar niet op hoe alles is ontstaan. En ontkent u daarin ook een mogelijkheid van een god in? Ik vind dat is een, in zekere zin een vrij onprecieze vraag, hè, hoe alles is ontstaan. Wat ik voel is natuurlijk dat we enorme vooruitgang hebben geboekt om als het ware de ontstaan geschiedenis van het heelal en alles daarbinnen te leren begrijpen.
wat dat in zekere zin denk ik, en dat, ik weet niet of dat het debat is waar we uiteindelijk in willen gaan, ik voelde op wijze van spreken dat Carlo heel bewust niet die standpunt inneemt. Dus één standpunt zou kunnen zijn, God, de wetenschap die wij spreken, die rukt op, om die metafoor maar te gebruiken, dat in kaart brengen gaat steeds verder, ook terug in de tijd, maar er is altijd een soort gebied daarbuiten. En daar moet God zich dan verschansen. Hè? Dus dan ben je eigenlijk bezig met een eindeloze tactische terugtocht. Hè? Want één ding wat we weten is dat die wetenschap die zal alleen maar vooruitgang boeken. Dat hopen we maar. Hè? Dus iedereen vindt weer iets nieuws. En dan wordt het gebied wat je inneemt steeds kleiner en kleiner. Ik voelde heel duidelijk dat Carlo ook niet die positie wou innemen. Ik denk dat het ook een hele ook een intellectueel lastige positie is. Ik denk wel dat er in de wetenschap enorm veel nog te vragen is. Het is in zekere zin een beetje een cliché dat ieder antwoord in de wetenschap weer twee vragen oproept. Je ziet ook dat vakgebieden, niet het begrip van ons universum, maar bijvoorbeeld een wat abstracter vakgebied als de wiskunde, waar eigenlijk alle regels helemaal bepaald zijn. De oneindigheid van vragen is, waarvan mensen ook zeggen dat de verre meerderheid van de vragen ook niet eens te beantwoorden is. Dus als wetenschap lopen we ook tegen hele natuurlijke grenzen op. Maar we hebben natuurlijk wel enorm veel vooruitgang geboekt om eigenlijk te begrijpen, als ik naar de wereld hier omheen kijk, hoe die ontstaan is, hoe wij hier in de zaal zitten. Daar kan ik een prachtig verhaal over vertellen, wat een soort aanloop die je kan nemen naar het hier en nu is steeds langer met veel meer begrip, maar er blijven natuurlijk altijd nog grote onbekenden over. Ik zie dat alleen als een, dat is bij wijze van spreken wat ik net zei, die benadering van de waarheid. En ik ben er vast van overtuigd dat, als ik een soort technisch termen gebruik, dat het een soort asymptotische reeks is. We zullen daar nooit in één keer aankomen, we zullen alleen steeds grotere, steeds dichter benaderen. Denkt u dat de... Kun je eerst even je naam... Mijn naam is Steven, ik studeer aan de VU, Economie en Filosofie. Denkt u dat de mogelijkheid is dat de wetenschap, of misschien uw eigen M-theorie, bijvoorbeeld een nieuwe Bijbel kan zijn, een nieuwe dogma, dat we op een gegeven moment daar verplicht aan zijn om daarin te geloven? Nee, ik zou bijna zeggen van je... Als ik zeg dat je gewoon, ik zou bij wijze van spreken een wet van Dijkgraaf kunnen formuleren, dat je altijd heel voorzichtig moet zijn met te absoluut geloven in natuurwetten, inclusief de wet van Dijkgraaf dan. Dus dat is een les die we hebben geleerd, keer op keer, omdat een mens zo geneigd is om lijnen door te trekken. Dus enorm veel momenten in de wetenschap geweest waar we bij wijze van spreken victorie hebben verklaard en gezegd van de strijd. En dan ergens bleek er toch weer een klein dingetje wat net niet helemaal paste. En je gaat een tijdje door en dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een enorm vakgebied. Dat kleine gaatje dat kon opgerekt worden tot een enorm gat waar uiteindelijk een heel nieuw wetenschapsdomein heeft ontstaan. En wat ik al zei, van dus, dat zeker bij wetenschappers die bij uitstek, zeker theoretici zoals wij beiden, die bij uitstek die lijn willen doortrekken. Zoals, ik zie wel hoe het verhaal verder gaat. Om ons keer op keer bij de les te houden en te laten zien van nou, doe metingen, doe experimenten, test elkaar ook, doe ook gedachte-experimenten, probeer elkaars ballonnen leeg te prikken en moedig elkaar aan en blijf niet hangen in iets of maak niet iets tot een dogma wat het niet verdient. En de soort les die ik trek als ik kijk in de wetenschapsgeschiedenis, dan zie ik van dat ten eerste een enorm grote neiging is om in die val te lopen. En hoe belangrijk en hoe goed het is dat we zeg maar tegendraadse mensen opleiden, die met scherpe naaldjes, die ook geen angst hebben voor grote ballonnen en die proberen door te prikken. En ik denk zeker als je in een vakgebied werkt zoals ik, wat meer de fundamentele fysica is, waar veel speculatie is, dan zie je ook een enorme wens bij iedereen om het laatste, het is altijd de theorie van alles, het is één regel die de hele wereld samenvat, er is enorme behoefte aan zo'n laatste regel in het verhaal. Maar ik ben zelf wat dat betreft een groot scepticus dat we er ooit zullen komen. En ik moedig ook iedereen aan om scepticus te blijven en te zijn. Dank u wel. Gaan we nu verder met de gedeelte waarin er nog meer vragen uit het publiek mogen worden gesteld aan beide hoogleraren. Kunnen we ook vragen aan professor Carlo Beenhakker. Dan wilt u binnen voren komen en samen met Robert Dijkgraaf op een van deze stoelen gaan zitten. Microfoons kunnen netjes aan, dacht ik. Ja. Hier zit? Ja, is prima. Ja.
Even kijken. Het is niet de bedoeling dat er vragen vanuit het publiek worden gesteld. Probeer je vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Zeg ook telkens je naam. Ik maak even voor de gelegenheid gebruik om de eerste vraag te stellen. Dat is niet helemaal volgens het protocol, maar ik denk wel dat het mag. Het is een vraag aan professor Robert Dijkgraaf. Wij hebben in de tijd ook een korte voorbespreking gehad. En ik herinner me dat we toen even hebben gehad over discussies die een aantal jaren geleden in Nederland hebben gevoerd over intelligent design. Het is niet de bedoeling dat we het daar nu over gaan hebben. Maar ik gebruik deze vraag als aanleiding om aan u te vragen. In dat debat merkte ik dat u zich ook kon opwinden over een verkeerde manier waarop religie, geloof, in de wetenschap kan worden gebruikt. En daar moest ik ook aan denken bij uw stelling, van dat dogma's en leerstellingen, als ik me goed herinner, niet op een verkeerde manier moeten gebruiken in de wetenschap. Zouden we dat eens nog iets nadrukkelijker kunnen toelichten, hoe u het voor ogen ziet, dat binnen de wetenschap geloof, nu of in de geschiedenis, op een verkeerde manier is gebruikt, met als gevolg dat er verkeerde wetenschap wordt bedreven? Wat mij toen in die periode van de intelligent design, die volgens mij hier in Nederland wel afgelopen is, hoewel dat wereldwijd zeker niet het geval is, wat mij daar vooral opviel, is dat er met een soort quasi-wetenschappelijke methode een soort religieus argument werd onderbouwd. Door te gaan kijken naar de zweepstaartjes van bacteriën en dan te beargumenteren dat die nooit uit de evolutietheorie hadden kunnen ontstaan. Typisch iets wat je natuurlijk zeg maar in de wetenschap heel vaak doet. Iemand stelt een moeilijke vraag, misschien heb je geen antwoord op. Maar dit waren dan vragen waar uiteindelijk een prima antwoord op bleek te zijn. Er bleken allerlei voorbeelden. Maar wat me daarop viel is dat, anders dan bijvoorbeeld het verhaal van Carlo nu, wat ik zou zeggen volledig een soort disjunct is van de wetenschappelijke, en hij ziet hier wel een parallel, maar het ene volgt niet uit het ander. Dat er niet een soort quasi-wetenschappelijke documentaire wordt gemaakt om dat godsbegrip te instrueren. En dat was iets wat mij in die discussie enorm stoorde. In zekere zin ook, als ik het zo mag zeggen, dat er, ik denk dat er prima argumenten zijn aan te voeren om in God te geloven of om je religieuze gevoelens te uiten. Maar volgens mij moet je het niet, heb je niet een soort constructiefout in een bacterie nodig om dat argument te maken. Goed. Nog één korte vraag van mij. U bent president van de KNW. Zijn er, en hier zitten heel veel studenten, aankomende briljante wetenschappers. Is er los van intelligent design nog andere beweging of manieren van wetenschap bedrijven waarin u ziet dat geloof of vooronderstelling op een verkeerde manier een te grote rol speelt? Ik wil even de vraag wat breder maken dan alleen intelligent design, waar u zich in de tijd tegen verzette. Zijn er meer dingen waar u jonge wetenschappers voor wil waarschuwen? Nou, laat ik eerst zeggen van, ik ben dus weliswaar president van de academie, ik zit hier gewoon als Robert Dijkgraaf, die wat vindt of voelt. Gelukkig mogen ook de leden van de academie, en Carlo is een zeer gerespecteerd lid, vinden en denken wat ze voelen. Ik denk dat er wel voorbeelden zijn waar bij wijze van spreken het begrip van het universum, zoals we dat met veel moeite, zoals ik geattribueerd heb, in de wetenschap hebben gedaan, niet recht wordt gedaan bijvoorbeeld in bepaalde, in het onderwijs of zo. Er zijn nog vele scholen in Nederland waar bij wijze van spreken vraagtekens worden gezet bij de constructie van het leven op aarde, de evolutie van ons universum, de evolutie van de diersoorten. Ik denk dat jammer is dat die wetenschappelijke inzichten niet breed gedeeld worden. En de soort lijn die vanuit de KNW, maar ook door andere wetenschappelijke instellingen vaak wordt verkondigd, is dat het heel goed mogelijk is om tegelijkertijd een gelovig mens te zijn en een wetenschapper. En wij spreken, dat kan je ook proefondervindelijk vaststellen. Dat kunnen we ook vandaag hier in de zaal kunnen we dat vaststellen. Maar dat je wel op een duidelijke manier die twee dingen uit elkaar moet houden en niet moet vermengen. Net zoals een beetje in de lijn wat Carlo net zei, dat je probeert met de kwantummechanica het leven na de dood te beargumenteren. Ik zou bijna zeggen ook uit respect naar de wetenschap, want het is namelijk heel makkelijk. Wij zouden hier zo met z'n tweeën een prachtig verhaal uit de kwantummechanica, we zouden het gewoon kunnen verzinnen. En voor je het weet is iedereen erdoor geïntimideerd. Dus ik voel ook zoiets van ook aan de wetenschapper geldt van doe geen kwaad. Wees ook respectvol naar die wetenschap zelf toe.
en gebruik die kennis alleen op de manier waarop die wetenschappelijke kennis bedoeld is en gemaakt is. Goed, is er hier iemand die hierop door wil gaan? Anders is er nu ruimte om vragen te stellen. Dat is altijd lastig. Daar in de hoek, laten we daar beginnen. Wat was de eerste? Ja, dank u wel. Ik ben Laura en ik studeer pedagogische wetenschappen. Ik vond het gewoon even interessant om eigenlijk aan u beiden te vragen. U zegt allebei dat het belangrijk is om sceptisch te zijn en door te vragen en op onderzoek uit te gaan. Maar u heeft dat beide niet echt beargumenteerd. En zonder te zeggen of ik het ermee eens of oneens ben, vroeg ik me af, wat geeft u daar voor argumenten voor? Om sceptisch te zijn en... Ja, en door te vragen en naar de waarheid op zoek te gaan. En wat zou het als het, wat is het tegenovergestelde volgens jou? Uitgaan van... Gewoon onverschillig doorleven en je niks afvragen. Oké. Nou, gaan we eerst naar professor Carlo Beenhakker. Ja, ik ben daar wel heel erg passionate over, zoals we dat in Engels zouden zeggen. Dus ja, ik geef... Dat is natuurlijk ook mijn vak als leraar. Hè? Dus ik geef een college een onderwerp, een stom onderwerp, elektromagnetisme. Maar als die mensen alleen maar ja, letterlijk opschrijven wat ik zeg en dat we meer of meer letterlijk kunnen reproduceren, dan heeft het totaal geen zin wat ik doe. Dus als het gaat over mijn vak, dan is het absoluut noodzakelijk dat ze steeds afvragen, ja klopt het, waarom klopt, heb ik het gesnapt en hoe zit dit dan, hoe zit dat dan? Dat is de enige manier waarop dat vak zin zou hebben. Dus dat is, en als het nou gaat over ja, wat denk ik verder over het leven, laat het voorkomen duidelijk zijn dat ik natuurlijk niet aan de universiteit een missionaris ben of zo, maar als ik mijn studenten tot iets zou willen uitnodigen, is alsjeblieft vraag het je af. En je zegt waarom? Nou ja, omdat ik dat heel, heel erg belangrijk vind, dat je verstand gebruikt. En het verstand is toch in eerste instantie een verstand wat we gebruiken, niet alleen maar om te ademen en te eten, maar om te kijken, waar te nemen, te vragen van ja, waarom? Het is iets wat ons mens maakt. En dat gun ik mijn studenten in eerste instantie als ik een vak leer, gun ik ze dat ik ze opleid tot vragende mensen. En ik gun ze dat ook daarbuiten, dat ze dus die een vragende houding aannemen. Het lijkt me heel erg belangrijk en ik gun het mensen van harte. En dat. Nou, even kort. Als ik even wil zeggen van, ten eerste spreekt me erg aan wat Carlo net zei van, waarom doe je het? Omdat je als mens kan doen. Hè? Ik denk dat het heel wezenlijk is aan de mens dat we steeds die vraagtekens kunnen plaatsen. Met het ook een praktisch punt heeft van dat, het is een goede strategie in het leven. Dat ik al zei, om toch even af te vragen wat er achter die heuvel ligt. Maar dat wel op een soort georganiseerde manier te doen. Dus je kan natuurlijk ook volledig gedesoriënteerd raken door nergens vertrouwen in te hebben. Dus het punt is toch, denk ik, om wetenschappers zoals beschreven als georganiseerd scepticisme. Je moet als het ware ook dat stuk wat je wel hebt begrepen, daar moet je ook op durven staan. Ik voel een klein beetje, we lopen op het ijs, we zoeken waar ze dik genoeg om te kunnen staan, dat markeren we dan. En dan ga je voorzichtig, misschien niet iedereen, maar sommigen van ons die gaan wat verder, sommigen nog verder. En zo verkennen we steeds groter stuk waar we ons veilig over kunnen bewegen. Ik ga verder met de volgende vraag, recht voor me. Ik ben Frank van Harmel, ik ben hoogleraar informatica aan deze universiteit. Ik heb een vraag aan professor Beenhakker. Ik wil eigenlijk het thema van jouw vraag oppakken over de mogelijke spanning tussen wetenschapper zijn en een christen of gelovigen. De meeste goden zijn pas interessant als ze zich met de wereld gaan bemoeien. Ja, dus een god die zich bemoeit met het uitverkiezen van de gelovigen of het opwekken uit de dood of het genezen van ziektes. Dat is niet alleen in het christendom, maar zijn universele eigenschappen. Goden zijn pas interessant als ze zich met de wereld gaan bemoeien. Maar op dat moment ontstaat ook een potentiële conflict tussen de interventie van God in de wereld en wat de wetenschap zegt over de wereld. De lol is natuurlijk vaak dat die goden dingen doen die volgens de wetenschap helemaal niet kunnen of mogen. Dus daar is een potentiële spanning. En hoe gaat u om met het geloven in een God die zich bemoeit met de wereld, enerzijds, en een wetenschap die grenzen oplegt aan wat er in de wereld wel of niet kan? Wel een vraag, professor Beenhakker. Ja. Nou, Kees, ik ben geen theoloog of zo. Hè. Dus als ik praat over natuurkunde, praat ik met een zeker gezag. En als ik praat over hoe God dingen wel of niet doet,
dan heb ik mijn eigen ideeën erover, absoluut. En die zal ik nu ook vertellen, maar ik heb daar geen, ik spreek niet met gezag. Hè. Nee. Dus ik denk dat het als volgt is. Dat geef je deze avond. Dat God die houdt zich scrupuleus aan de natuurwetten. En die zal op geen enkele manier, op een seconde bij hem opkomen om ons te redden van tsunamis en dronken achter het stuur zitten of piloten die niet in de cockpit zitten. Maar ook er zijn dingen waar we wat aan kunnen doen, maar ook natuurrampen, ook dingen waar we niks aan kunnen doen. Mensen die dood worden, die ziek worden en ziek worden en doodgaan aan kanker en allerlei verschrikkelijke dingen. Op wat bijzondere gevallen na misschien? Ja, er zijn speciale gevallen. Nee, natuurlijk, er zijn speciale gevallen. En ik heb het nu even over gewoon zoals wij, waar wij het mee te maken hebben. Dus die natuurwetten, ja, die zijn zoals ze zijn. En is mijn vraag, ja, maar waarom doet hij dat er niet? Omdat het er niet aan, dat het, als je even probeert na te gaan hoe dat dan zou zijn. Hè? Dus God die dan een beetje zit en dan denkt van ja, maar die persoon die zint me wel. Dus nou eventjes, dit even net iets anders. Het is een absurde debiele God. Dat is typisch het soort debiele godsbesef wat men, zeg maar, een paar duizend jaar geleden, waar we nu uitgekomen. Waar we uitgekomen zijn. Dus die natuurwetten, het is maar goed ook dat die gewoon hun gang gaan en dat je erop kunt vertrouwen, laat ik het zo zeggen. Ik vind uw antwoord heel interessant en ook verbazend. Ik ben een ongelovige, dus ik weet niet hoe het is om gelovig te zijn. Ja. Ik vind uw antwoord heel interessant. Ik ben verbaasd omdat ik veel gelovige mensen om me heen zie bidden. En bidden is een, heb ik begrepen als ongelovig mens, is een soort vraag om interventie. Ik zal u dan iets vertellen. Er is een plaats in Frankrijk die heet Lourdes. Ja. Daar is misschien wat van gehoord. Ja, vast wel. Nou, misschien als u denkt van mensen gaan daarheen om genezen te worden. Dat is absoluut niet waar. Mensen gaan naar Lourdes om kracht te vinden om hun situatie te dragen. Niemand gaat naar Lourdes om genezen te worden van zijn ziekte. Dus dat idee wat u heeft over bidden, met alle respect, dat is niet waar het bij bidden om gaat. Niemand bidt om, we kunnen alles doen, maar grosso modo bid je niet om dat die ziekte weggaat. Of dat, je bidt om zin te geven aan een zinloze situatie. Ik ben wel benieuwd of er andere gelovigen hier in de zaal net zo over denken, maar... Ik zie dat professor Dijkgraaf wil reageren en daarna is er gelegenheid voor andere mensen. Even vraag aan Karel, want toen jij zei van er is absoluut geen enkele manier waarop die ingegrepen wordt in de natuurwetten, toen werd, zei onze debatleider al van ja, op enkele speciale gevallen na. Dat is een speciaal geval geweest, hè? Ja. Maar eerst zijn Robert, dat speciale geval, dat was... Zoals hij zelf zei, de Zoon van God. Ja. En dat wil ik absoluut accepteren als het een theorie is. Hè. Dat is toch, een bekend uitgangspunt dat de uitzonderingen die bevestigen de regel. Hè. Dus ja. Als dat een theorie is en dit is je uitzondering, dan zeg ik, jongen, je hebt het opgelost. Ja. Dus... Laat ik professor Dijkgraaf een beetje helpen. Je zou kunnen zeggen dat het een beetje inconsequent overkomt. Zoals hij nu redeneert. Nou, inconsequent. Misschien, ik kan ook dingen zeggen, maar inconsequent niet. Het is een ervaringsgegeven dat de natuurwetten, dat die gewoon ruksigloos gelden voor gelovigen en ongelovigen. Ik bedoel, is dat toch absurd dat ik hier zou zeggen van ja, maar volgens mij, een statistisch onderzoek heeft aangetoond dat gelovigen minder kansen hebben om in een vliegtuigramp betrokken te zijn dan ongelovigen. Dan zou je zeggen, nou, dat is zware koek. Dat is het ook. Maar Carlo, het gesprekwoord is inderdaad exception proves the rule. Maar proof betekent hier test, hè? Probeer het uit. Ja, dus weet je, kijk, het is heel moeilijk. Dus er zit hier in de zaal, denk ik. Maar misschien moet u even rustig nadenken en geef ik even de gelegenheid aan iemand uit de zaal om hier verder door te gaan. Ik zie er achterin iemand. Ander onderwerp. Wil er nog iemand verder gaan op dit onderwerp? Ik zie daar iemand. Ja, ik hoop dat het helemaal in lijn is met het onderwerp, want het verspringt nogal redelijk. En ik zal toch even een paar regels hiervoor. Ik ben Simon Porinder, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik zal nog even met het punt in gedachten dat professor Dijkgraaf voortdurend de loftrompet opsteekt over kritisch zijn, vragen stellen. Maar op het moment dat gedaan wordt bij de evolutietheorie, dan heeft het opeens niet meer die hele waardevolle betekenis. En dat wordt vaak gedaan vanuit mensen die daar religieuze overtuiging over hebben. Nu is mijn vraag, acht u het mogelijk dat religie kennis, hoewel andere dan wetenschappelijke kennis, oplevert over de werkelijkheid?
Als ik zeg dat ik geen kritiek zou willen zien op de evolutietheorie, dan is dat absoluut niet waar. Ik denk de evolutietheorie is een belangrijk onderdeel van de biologie. Waar net zo van binnen en van buiten tegenaan wordt geschopt als tegen iedere andere wetenschappelijke theorie. Dus het, zeg maar dat gebeurt binnen de regels van de wetenschap. Dus op basis van experimenten in het laboratorium of gedachte-experimenten of opgravingen of wetenschappelijk debat via de normen van binnen de wetenschap. Het is een wetenschappelijke theorie over het ontstaan van het leven en de evolutie van het leven. Dus ik denk zeker niet dat dat een gemeenschap is die niet open zou staan voor kritiek. Ik wil direct zeggen dat in ieder wetenschapsdomein, ik zei het al, de wetenschapper is net als een mens, is helemaal niets menselijks vreemd. Dat we zeggen, je bent altijd geneigd om iets meer houvast te zoeken dan er daadwerkelijk is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de evolutietheoreten, de biologen die ermee bezig zijn, geen uitzonderlijke gemeenschap zijn. En in die opzichten evenveel debat toestaan als in andere wetenschapsdomeinen. Dus ik zeg absoluut niet dat ik tegen kritiek ben. Ik zeg net juist van dat is hartstikke goed dat je dat hebt. Maar probeer het wel goed te onderbouwen en doe het volgens de regels van het spel. De vraag was ook van, kan het zo zijn zeggen dat vanuit religie kennis wordt opgeleverd, naar voren komt, die een rol kan spelen in het wetenschappelijke debat? Zo vertaal ik de vraag even. Verkeerd vertaald. Ja, misschien is het beter dat ik de vraag herhaal, omdat hij volgt namelijk wel op mijn eerdere vraag. Op het moment namelijk dat je zegt, religie levert absoluut geen kennis op, van geen enkele soort, dan zou ik ook zeggen, dan mag het ook nooit een aanleiding zijn om van daaruit bepaalde assumpties vanuit wetenschap bijvoorbeeld ter discussie te stellen. Maar stel je voor dat religie nou wel kennis oplevert, al is het anders dan wetenschappelijke kennis, en dat je dat kan inspireren om te zeggen, hey, deze assumptie in de wetenschap ga ik ter discussie stellen, of daar ga ik mee aan de slag binnen de methode van de wetenschap. Heb je daar een voorbeeld bij wat niet met evolutietheorie te maken heeft? Dat kan heel simpel zijn. Dat mensen zeggen, ik heb deze opvatting over de zin van het leven, dat ontleen ik aan mijn religie, welke religie dan ook. En dat is voor mij even harde kennis als de natuurwetten of die ook wat zeggen over de zin van het leven? Of? Nee, als kennis die binnen de wetenschap zou kunnen opdoen. Dus daar kun je met een even grote mate van zekerheid op vertrouwen. Mm-hmm. Als je dat zou doen met kennis die je binnen de wetenschap opdoet. Alleen het is andere kennis. Ik denk dat er heel weinig voorbeelden zijn van dat soort inzichten die wel daadwerkelijk, om het maar even heel hard te zeggen, een natuurkundig experiment hebben doen verklaren. Ik denk wel dat de mens en ook de wetenschapper gebruik maakt van een heel scala aan intuïties, vage ideeën, diepe gevoelens, die je leidt in de manier hoe je tegen de wereld aankijkt. En dat kan op hele manieren gevoed zijn. Dat kan door religieuze ervaring zijn, misschien kan het wel zijn doordat je door bepaalde kunst of bent geïnspireerd. Dat kan op alle mogelijke manieren, kan je aan een heleboel zaken kan je inspiratie ontlenen. Dat wil ik absoluut niet ontkennen. Dat kunnen ook aan mensen zijn die je hebben gevormd of gevoed. Maar als ik de vraag zie van, is er een, bij wijze van spreken een religieuze ervaring die leidt tot een beter begrip van een natuurlijk verschijnsel? Als ik het even zo strak mag formuleren, dan kan ik daar eigenlijk weinig bij voorstellen. Genoeg. Dank u wel voor dit antwoord. Daarachterin was een vraag die volgens mij nog uitstond. Ja, dank u wel. Mijn naam is Joram Foep. Ik studeer rechten en politicologie aan deze universiteit. En ik heb een vraagje aan meneer Beenakker. Als ik u zo uw verhaal beluister, dan merk ik eigenlijk een beetje frivol, bijna jolig geloof, wat ook wel goed aan lijkt te slaan. Ik bedoel, eigenlijk de lastige thema's zijn er een beetje uitgefilterd. En het is een heel goed accepteerbaar, denk ik, verhaal voor heel veel mensen. Bijvoorbeeld meneer Dijkgraaf, die kon er wel ver in meekomen, hoor ik. En dan was ik heel erg benieuwd. Als u zich christen noemt, dan
heeft het bijvoorbeeld volgens mij ook bepaalde implicaties over wat er in de Bijbel staat en wat voor enge dingen er mogen gezegd worden over ongelovigen, et cetera. Maar u zegt doodleuk. Enge dingen over ongelovigen of door? Over. Over. Okay. Laten we dat helder stellen. En dus ik was benieuwd, accepteert u dan die implicaties niet? Of, want u zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment als student vind ik het prima als je kiest voor of het atheïsme of een geloof. En dan maakt het u niet uit, zo hoor ik het, welke keuze mensen dan maken. Maar dat betekent niet, doen die implicaties u dan niet? Denkt u dan niet dat bepaalde mensen verloren gaan of wel verloren gaan? Maar je vraag is denk ik helder, het gaat een bepaalde weerbarstige... Goede vriend, om te beginnen even dat frivolen. Dus even en het idee dat Robert in acht is allemaal hetzelfde. Okay. Ik geloof dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden, dat hij voor onze zonden gestorven is en dat we hem eens zullen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht en dan eeuwig bij hem zullen leven. Robert, ben je dat met me eens? Dat jij dat klopt. Nee. Hier wordt gezegd dat ik mag van alles zeggen en dat we twee handen op inbuiken. Het antwoord is nee, natuurlijk niet. Dus even dat frivolen, dat snap ik helemaal niet. Wat er gebeurt met de mensen die Jezus Christus niet als hun redder kennen of accepteren. Steeds voordat ik zou zeggen, nou ik heb er diep over gestudeerd en volgens mij zullen die branden in de hel. Dat zou toch absurd zijn? Wie ben ik om dat te weten? Geen idee. Ik heb echt geen idee. Dus... Met de agnostische. Met de agnostici, nee, het verhaal, sorry, ik heb het gewoon uit Life of Pi, hè, dus dat is niet een citaat van mij, maar die zegt het als volgt. Die zegt, kijk eens, de atheïst is mijn broeder, die kiest, de een staat linksaf, de ander staat rechtsaf, maar hij maakt een keuze. Gaat hij dood, hè? Dus de christen gaat dood, ziet Jezus en God en zegt, hallo, ik kom thuis. En de atheïst ziet het witte licht en die zegt van, ik heb hem vergist, maar ik kom nog op tijd, ben nog net op tijd. En de agnosticus, die ziet ook dat witte licht en die zegt, oh, vast zuurstoftekort in de hersenen. Kijk, dus dat is het, waar ik mensen voor uit zou willen nodigen is, denk erover na, worstelt ermee, koester dat verlangen wat we allemaal hebben naar het geloof, koester dat verlangen en ga voor een keuze. En dan ben ik van overtuigd dat we elkaar ooit zullen ontmoeten. En verder, als u van mij wil vragen wat gaat er gebeuren met de ongelovigen, zijn die dan verdoemd? Alsjeblieft, ik heb het al moeilijk genoeg met mezelf en daar heb ik echt helemaal niks zinvols over te zeggen. Goed. Nog ruimte voor één vraag wil ik zeggen, maar ik zie er nog heel veel. Dus misschien als, even kijken, is lastig. Daarachter in een vraag. Nou, als je het een beetje kort houdt, dan is er nog ruimte voor een andere vraag. Daarna gaan we door naar de stelling. Ik ben Huib de Zeeuw, student politicologie. Ik wou toch nog even ook doorgaan op uw vraag van Joram. Want ik denk dat u dat frivolen misschien niet helemaal begrijpt. Maar ik had dat zelf ook een beetje. Dat komt ook door een opmerking. Ik ben zelf als christen opgevoed en dan leer je van bidden. Helpt niet alleen voor kracht, maar je denkt ook echt dat je beter kan worden. Je denkt dus dat God echt letterlijk kan ingrijpen in de natuur. En volgens mij, als je gewoon veel christenen hier zou vragen, ook christenen die op de universiteit studeren, heel veel christenen denken dat. En die opvatting, die deelt u niet. Als ik u goed heb begrepen, en u zegt ook, ja, wonderen, behalve in een heel speciaal geval, kan niet plaatsvinden. En daar zou ik eigenlijk nog wel wat meer uitleg van u over willen hebben. Hoe positioneert u zichzelf als christen ten opzichte van andere christenen? Ja. Nou weet je, ik denk dat we met z'n allen toch over eens zullen zijn dat wonderen is niet de essentie van het geloof in Jezus Christus, toch? Als iemand zegt van ja, waarom geloof ik in Jezus Christus nou? Dan heb ik minder kans om ziek te worden of minder kans om mijn baan te verliezen. Dat zou wel kunnen, maar dan denken we toch nou, dat is niet echt een goed doordacht geloof. Hè? Dus ik denk dat we over de essentie eens zijn. De essentie van het christelijk geloof is dat vergeving mogelijk is. En dat we ergens naar op weg zijn en dat het eeuwig leven ons wacht. En hoe dat hier op aarde dan verder uitpakt, ja, daar kunnen we onze eigen ideeën over hebben. En wie zou ik om te zeggen van dat je als je ziek bent, dat je niet moet bidden om genezing. Ik zou bij mezelf zoiets hebben van, nou ja, dat ik zou dat zelf niet kunnen doen, bidden om genezing. Ik zou wel bidden om kracht om dit op een goede manier te dragen. Maar als iemand bidt om genezing, nou, dan zal ik hem van harte daarin ja, hem dat gunnen. Wie ben ik om daar iets over te zeggen? Maar waar het toch om gaat, ik denk dat toch
iets is wat we gemeenschappelijk hebben als christenen, dat het niet de essentie is van het christendom, dat wij als het ware toegang hebben tot een persoon die de natuurwetten voor ons breekt als ons dat uitkomt. Dat, als dat de essentie is van het christelijk geloof, dan kan ik me heel goed voorstellen dat heel veel mensen zeggen van nou, daar wil ik echt helemaal niets mee te maken hebben. Professor Dijkgraaf? Ja, ik moet zeggen dat, dat ik respecteer dat, maar het heeft ook wel iets spannends en dappers om te veronderstellen dat er wel een koppeling is tussen die twee werelden. In ieder geval maakt het debat een stuk scherper. Want ik voel nu bijna een beetje, ja, ik ben als een soort, ik zit in dat ene onder water, maar ik mag er niet bovenuit komen. En die twee werelden zijn eeuwig en voor altijd gescheiden met, met dan mogelijkerwijs één uitzondering. Dat maakt het ook bijna onmogelijk voor mij om daarbij te kunnen komen. Want er is geen directe koppeling tussen die twee werelden. Anders dan in een soort metaforische zin of in het oneindige verre. Uitroepen naar God en kijken of hij antwoordt. Ja. Dat is, nee, ik alsjeblieft niet de indruk wekken dat ik een soort denk van, nou, God bemoeit zich verder niet met ons. Natuurlijk bemoeit hij zich met ons op precies dezelfde manier dat, laten we zeggen, een vader zich zou bemoeien met zijn eigen kinderen. Dus door hem liefde, door die persoon onvoorwaardelijke liefde te geven. Maar niet door, dat heb je toch ook als kijk, ik heb kinderen, ik heb ze als kleinkinderen. Hè? En de manier waarop je toch met ze omgaat is niet om ze op allerlei manieren het leven makkelijk te maken. Nee, ze moeten verder. Maar het allerbelangrijkste wat je als ouders je kinderen mee kunt geven is onvoorwaardelijke liefde. En dat je iemand is in de hemel die iemand is in de hemel die onvoorwaardelijke liefde voor je heeft. Dat je geen zonde kunt doen die zo groot is dat je de liefde verspeelt. Dat is iets ongelooflijk krachtigs voor dit leven. Dat is er voor jou, dat is er voor mij, dat is er voor ieder van ons. En zeggen dat dat een frivool geloof is en dat je er eigenlijk niks aan hebt. Want we gaan toch ziek en ik kan toch mijn baan verliezen. Dat is echt de essentie missen en je focussen op een heel klein, simpel ding wat niet de essentie is van het geloof. Nou, met zoveel vragen kan ik natuurlijk niet zeggen dat we meteen naar de stellingen gaan. Ik heb ook niet onthouden wie er het eerste was. Ik doe iemand vooraan. Als het niet zo is dat Jan een keer een vraag gesteld heeft. Had ik nog niet. Bedankt voor het woord. Ja. Mijn naam is Annette van der Kooi. Ik studeer aan de UvA en in Rotterdam. En ik had een vraag aan u beiden. U geeft beide aan dat u het van belang acht om verder te kijken dan de neus lang is. Het zij door de dogma's opzij te zetten. Het zij door als meer een grasspriet hoog te beklimmen. Ik vroeg me af of u beide een situatie kon voorstellen waarin u zelf verder kijkt dan uw neus lang is en uw eigen hypothese, God bestaat wel of God bestaat niet, zou kunnen falsificeren. Dus je vraagt om een... Wanneer zou u van mening veranderen? Oké, of het mogelijk is dat u beide van mening verandert over de vraag of God wel of niet bestaat. Ja, voor mij is die vraag denk ik heel makkelijk te beantwoorden, want op ontelbaar verschillende manieren. Doordat God zich manifesteert, op welke manier dan ook. En ik zou bijna zeggen, als we hem bijna hebben gedefinieerd als uitzondering op de soort verwachtingspatroon wat ik heb. Dat kan op zoveel verschillende manieren gebeuren. 2000 jaar geleden denk ik dat het manifesteren van God juist wel plaatsgevonden heeft. Ja, daar hebben we het over dat er natuurlijk een uitzonderlijke gebeurtenis is geweest, zoals we hem hier vanavond noemen, waar je wel of niet... Maar uw antwoord is helder, denk ik. Ik kan me eerlijk gezegd misschien wat moeilijker voorstellen het antwoord wat Carlo gaat geven. Gelukkig moet hij dat zelf geven, dus. Nou, dat is ook betrekkelijk eenvoudig. Als ik gewoon kijk naar... Als je wat je leest, hoe mensen hun geloof verliezen, is bijna altijd door een groot verdriet. Hè? Dus een geliefd kind wat sterft. Of je hebt ook mensen die zeggen van dat ze door de Holocaust hun geloof verloren hebben. Dus door een heel groot lijden kun je je geloof verliezen. Ik moet gelijk zeggen dat mij in mijn leven tot nu toe een heel groot lijden bespaard gebleven is. Dus ik praat puur over iets waar ik eigenlijk nog geen recht van spreken heb. En ik kan niet anders doen dan bidden. Dat als zo'n lijden mij nog, en ik heb best nog wat tijd te gaan, dus wie weet dat het nog komt. Ik kan niet anders doen dan bidden dat als mij zo'n groot lijden zal toevallen, dat ik dan het vertrouwen
op de goedheid van God niet zal verliezen. Dat is een gebed. En zoals elk gebed weet je dat je dat doet omdat je weet dat je ook zou kunnen vallen. En dus hoop overeind te blijven staan. En dat is het antwoord. Ja. Zit ik nog even aan toevoegen van dat voor degene die niet gelovig zijn, dat dat een beetje klinkt alsof ik het soort lege vlak is, zeg maar. Dat is niets. En, terwijl er voor mij ook oneindig veel verfijning, raffinement en grote overgang zitten in je eigen belevingswereld. Ik bedoel, ik ben ook door mijn leven heen, door allerlei ervaringen heen gegaan en compleet nieuwe manier op het leven gekeken. Je wordt door mensen aangeraakt, je kan door literatuur, door kunst, door wetenschap allerlei transformaties ondergaan. Die ik zelf in ieder geval zeer heftig en betekenisvol heb ervaren. Dus ik zou zeggen, zowel het leven van een gelovige als een niet-gelovige kan volgens mij zeer sterk transformeren. En hier praat een beetje van of je van de ene naar de andere toestand gaat of weer terug. Dat vind ik een beetje een karikatuur. Okay. Lastig. Hier vooraan nog één vraag. Een vraag voor meneer Dekker. Mijn naam is Diederik. Kun je even wachten op de microfoon, die krijg je bijna. Ja, zeker. Ik zal nog even herhalen. Mijn naam is Diederik en ik ben natuurkundige. Ik kan me heel goed voorstellen dat u gelovig bent en natuurkundige bent. Dat u dat kunt vereenzelvigen. Wat ik me alleen niet kan voorstellen is dat u juist agnost zijn. Dat u daar juist zo fel tegen gaat. Dat u... ik kan als natuurkundige namelijk nog het een nog het andere bewijzen. En ik geloof dat er niks is. En ik kan enorm veel spiritualiteit halen uit natuurkunde. Ik kan kracht putten uit op het moment dat ik me verdrietig voel. Dat ik uitzoom en dat ik daar Jupiter zie ronddraaien in mijn hoofd. En dat die gewoon ronddraait. En of ik nou problemen heb of niet. Het is het overgeven aan het gigantische. En Jupiter draait wel door of ik nou problemen heb of niet. Dus spirituele gevoelens kan ik er zeker uithalen. Alleen ik kan me niet verkroppen als natuurkundige om te zeggen dat die niet bestaat. Omdat ik dat vanuit natuurkundige overwegingen niet kan doen. Dus ik vind het juist onbegrijpelijk om atheïst te zijn als natuurkundige. En dat kan ik niet begrijpen dat u dan juist zo ageert tegen de agnosten. Dus ja, dat is eigenlijk omdat... Als je, het is een uitnodiging. Ik, het is een stelling, dus ik heb hem op. Het is niet dat ik om me heen met een pistool ga schieten of dat is. Het is gewoon een stelling. Ik moest iets opschrijven wat een beetje. Dat, hè? Maar ik zou iemand willen uitnodigen om ook andere methoden van ondervinding te beproeven dan de natuurkundige methode. De natuurkundige methode is uiteindelijk de wiskundige methode met het doen van experimenten, dat is het. Hè? Dat is een methode die een grote kracht heeft, maar ook bepaalde beperkingen. Ik denk bijvoorbeeld in de biologie veel minder nuttig dan we zouden willen. Hè? En het is volkomen duidelijk dat je de zoektocht naar God met dat arsenaal, dat je daar niet ver zult komen. En dus dat je voor de zoektocht naar God heb je echt andere hulpmiddelen nodig. En uiteindelijk de belangrijkste hulpmiddel is inderdaad de zoektocht naar een persoonlijke ontmoeting. En dan kan een eerlijk antwoord zijn van nou, ik heb uitgeroepen naar God en er kwam geen antwoord. Hij was er niet. En dat is bijvoorbeeld wat je leest over mensen die schrijven over de Holocaust. Hè? God was er niet. Hij is er niet. Hij is dood. Nou, dat is een eerlijk antwoord. En maar zeggen van kijk eens, ik kan, hè, ik heb die hypothese niet nodig, zoals een beroemde filosoof zei over God. Dat is toch, dan overvraag je de natuurkunde. Dan overvraag je de natuurkunde omdat die nooit daar een uitspraak over zou kunnen doen. En dat is dezelfde manier om te proberen om, laten we zeggen, de partnerkeuze of zoiets met de wiskunde. Mensen die dat doen, daar heb je toch een beetje meelijden mee. Van, goh, hè, sowieso vind je geen partner. Hè? Er moet de klik zijn, toch? Er moet toch de klik zijn? Nou, op dezelfde manier is dat. Hè? Dus probeer vooral dat arsenaal van methodes wat uit te brengen. Helder, dank u wel voor het antwoord. We gaan nu nog even naar een aantal stellingen toe. En de bedoeling is dat we, kijk even naar de organisatie, rond een uur of kwart voor tien deze avond afsluiten. We hebben 6 stellingen, die gaan we niet beantwoorden, allemaal. Wel een aantal, ik zal ze voorlezen. Dan krijgen professor Beenakker, professor Dijkgraaf de gelegenheid om er op te reageren en misschien ook nog even de zaal. Stelling is, christenwetenschappers zijn vaak inconsequent in het gebruik van hun kritische houding als wetenschapper. Dat vergat ik helemaal, maar dat gaat nu vanzelf. De kaartjes omhoog.
Het blijft ongeveer, het is een soort eerste stemming in de Eerste Kamer, dit. Het blijft half om half. Eerst professor Dijkgraaf, u het woord. Wat vindt u van de stelling? Ik zou het helemaal met de stelling eens zijn als het woordje christen wegviel. Ik denk dat wetenschappers, ook al zei, heel moeite hebben om daar consequent in te zijn. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat religieuze overtuiging daar nog een plus, nog een min in geeft. En dat vindt u maar goed ook, dat ze daar niet consequent in zijn? Nou, ik al zei van wetenschap is mensenwerk. En daarmee, ik zou bijna zeggen, wij zijn geen computerprogramma's. En daarom zijn wij heel diep van binnen altijd inconsequent. We kunnen, dat vind ik zelf juist zo aantrekkelijk aan de wetenschap. Dat je probeert, het is een soort, ik zou zeggen, langs een bepaalde weg, althans de diepste vorm van kennis. Maar ja, je worstelt daar altijd mee. Helder. Professor Beenakker. Ja, ik herken ook niks. Ik bedoel, christenwetenschappers, christenvoetballers. Er was eerder ook een vraag, hè. Dus inderdaad, bij het doen van wetenschap, daar heb je aan regels te houden. En daar probeer je super kritisch in te zijn, in die regels. En als we het hebben over geloof, hebben we toch ook iets wat, omdat het, ik herhaal het nogmaals, toch echt te maken heeft met de ontmoeting met een persoon. Een goddelijke persoon, maar toch een persoon. Het is net als met de liefde. Daar is een overdreven, kritische en berekenende houding. Is daar gewoon niet vruchtbaar. Maar christenwetenschapper, ik zou me zo niet willen noemen. Ik ben een wetenschapper en ik wil graag ook aangevallen worden als wetenschapper en niet als christenwetenschapper. Ik ga verder met de volgende stelling. De positie van atheïst als Richard Dawkins is absoluut niet representatief voor de houding ten opzichte van religie van veel topwetenschappers. Kaart in de lucht. Veel groen. Ik zie ook wat rood. Ik krijg bijna de neiging om wat rode mensen te vragen, maar dat doe ik misschien zo meteen wel even. Wilt u eerst reageren? Nou, kijk, Dawkins is militant, hè. Is een militante atheïst. Ik denk dat dat uitzonderlijk is, want de meeste mensen die zijn niet militant. Ja, de meeste wetenschappers. De meeste wetenschappers zijn niet militant. Ja, okay. Dat het percentage ongelovige, zeg maar, atheïsten onder wetenschappers groter is dan onder de gewone bevolking is gewoon een feit. Dus daar, dat is inderdaad waar. Onder wetenschappers, met name onder natuurwetenschappers en zeer met name onder biologen, vind je meer atheïsten dan onder de gewone bevolking. Dat is een feit. En Dawkins is extreem, omdat hij natuurlijk is op een kruistocht. En dat is natuurlijk heel uitzonderlijk. En ik ken althans in Nederland zelfs de Nederlandse betaalde atheïst Philipsen heeft pas nog gezegd dat hij absoluut niet militant is en op dat oogpunt dus niet eens is met Dawkins. Dus dat is zeer zeker heel uitzonderlijk. In het Nederlandse taalveld komt u niet geen mensen zoals Dawkins tegen, dat is wat u eigenlijk zegt. Nou, het is misschien grappig, ik zal het als anekdote zeggen. Ik heb één keer is een anekdote voor jou, Robert. Ik heb één keer in het krantje, in de huiskrant, het huisorgaan van de KNW, een interview gezegd dat ik in God geloofde. En toen heeft een Leidse collega, hoogleraar, heeft toen in een artikel geschreven dat het een grof schandaal was dat de KNW gemengd werd met religie en nu de studenten de straat op moesten met spandoeken Beenakker verdwijn. Dat is de enige keer dat ik... Is het gebeurd? Het is de enige keer dat ik een militant atheïst ben tegengekomen, althans in mijn universiteit, maar... Ja. Nee, ik ben het helemaal mee eens, maar ik moet wel zeggen van dat Dawkins dus niet voor niets komt uit de Engelse traditie. En daar is natuurlijk wel een soort het spel, want men kan daar ook de nuance volgens mij net zo goed opzoeken als we dat hier in Nederland kunnen. Wij nemen het serieus. Maar er zit ook een soort spel in van laat ik eens eventjes wat we hier gewoon volledig in falen. Om dat even heel lekker scherp pittig neer te zetten om het debat uit te dagen. Kijk naar wat er in het lagerhuis gebeurt. Dat kan men in het Engelse taalgebied natuurlijk wel met verven, maar ik denk ook wel dat aan de andere kant, zo gezegd, aan de soort fundamentele... het boek van Dawkins was natuurlijk vooral een succes in Amerika.
waar die, bij wijze van spreken, daar heeft hij het ook bijna op gericht. Om het eventjes, natuurlijk gewoon heel veel plezier ook, dat hij een, zeg maar een verkoopsucces werd in Texas en andere plekken waar nogal wat, zeg maar ook wat nuance gebracht kan worden. Dus ja, in die zin zijn we in Nederland natuurlijk weer een braaf polderland, dat we al, zo, al die meningen zo heel dicht bij elkaar zitten. Dus ik vind het eigenlijk ook wel heel erg aardig dat iemand een beetje in een soort communistische stijl eventjes doorprikt op een aantal punten. En dat deed hij, dat doet Dawkins als hij over de wetenschap schrijft, maar ook over dit onderwerp. Dus ik denk, eerlijk gezegd, voor het debat is het wel prettig. Maar in Nederland niet zo nodig. Ik denk dat we Nederland niet kunnen waarderen en niet nodig hebben en dat we er ook een soort genetisch niet toe in staat zijn. Wil iemand reageren op deze stelling? Ik heb wel eens meer. Kijk, daar zien we het al. Ik heb wel eens meer vingers in de lucht gezien. Deze sla ik over. Die doe ik wel. Die stelling die eigenlijk voorbeduurt op wat al aan de orde is geweest. Net als binnen religieuze gemeenschappen vinden de meeste kennisoverdracht in de wetenschap ook plaats door getuigenis. Wetenschappers hebben het ook van horen zeggen. Kaarten in de lucht. Veel groen, beetje rood. Professor Dijkgraaf, zou u als eerste willen reageren? Ja, daar moeten we toch een beetje mee oppassen. En dat was misschien ook een beetje het probleem wat ik had met die prachtige metafoor die Carlo gaf. Want dat was eigenlijk gewoon net, het was precies één op één. Dus je ziet wetenschap, religie, ja. Past het beter? En het, maar dan ga ik direct denken, ja, welke andere metaforen zou ik nou kunnen noemen? En dan is eigenlijk denk ik, ieder onderwerp waar we maar iets over kunnen zeggen, hebben we natuurlijk van horen zeggen. Voor 99%. Dat is gewoon de manier hoe kennis werkt. Van koken tot noem maar op. Ik denk dat we dan op moeten passen dat we, denk ik, zowel aan de kant van het geloof als van de wetenschap geen onrecht doen. Want ik, wetenschap is wel, daarvan mag zeggen, want daar is het enige waar ik iets van af weet, toch een speciale manier van kennis vergaren. Dus ik kan me dus niet voorstellen dat er ooit iets is wat meer wetenschappelijker is dan wetenschap. Als we dat vinden, dan gaan we direct dat wetenschap noemen en dan wat we nu doen laten we los. Als dat zullen we dan pseudo-wetenschap noemen of zo. Dus het heeft wel iets absoluuts. En dat heeft natuurlijk te maken met het verifiërbare, met het dat je elkaar kan overtuigen, dat je gebruik maakt van de logica. Het zijn allerlei argumenten waardoor het meer is dan iets van horen zeggen. Ja, en dus als wij spreken de roddelrubriek. Op televisie is ook van horen zeggen, maar is toch van een andere aard, denk ik gezegd, dan de kwantummechanica. Maar dan, om nog even het vuurtje op te stoken, dan op de valreep constateer ik toch nog wel een belangrijk verschil tussen. U heeft echt moeite met de manier waarop professor Beenhakker geloof en wetenschap naast elkaar stelt. En ik heb er geen moeite mee, ik vond het heel elegant en retorisch goed gevonden. Maar hij gaf eerlijk gezegd ook aan van, dat ze zeggen, eerlijk gezegd de eerste PowerPoint slide was absoluut niet nodig om zijn tweede PowerPoint slide, namelijk zijn geloof in God en zijn liefde voor God, te beargumenteren. Hij zag alleen maar van dat er een soort zekere parallelie in zit. Maar we weten gewoon heel goed, er zijn mensen die christen zijn, geen wetenschapper, die wetenschappers zijn, geen christen. En er zijn er ook die beide zijn. En er zijn ook, denk ik, genoeg die geen van beide zijn. Ik wil eigenlijk een spreker van het vorige Veritas Forum aanhalen hier, professor Swaap. Die zei iets heel nuttigs. Die zei, er is een groot verschil tussen iemand vertellen wat hij moet denken of iemand vertellen hoe hij moet denken. En de essentie in wetenschap is dat je niet verteld wordt wat je moet denken. Er wordt je verteld hoe je moet denken. De essentie van religie lijkt me dat er verteld wordt wat je moet denken. Dat is een fundamenteel verschil. Nou, tot die reactie en de reactie van professor Dijkgraaf lijkt me nog aardig om dan nog even terug te leggen bij professor Beenhakker. Toch de vraag van, ja, hoe soepel kunnen die twee dingen naast elkaar bestaan, zoals dat naar voren kwam in uw dia's aan het begin van de avond. De parallelie tussen geloof en wetenschap. Geen twijfel dat u dat zo ervaart, maar althans, ik probeer even professor Dijkgraaf te interpreteren. Maar ja, kun je er ook niet de verkeerde kant mee op gaan?
Ja, zoals alle parallellen, ze gaan mank als je doorprikt. Hè? Maar okay. Ja, het is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, als ik college geef over elektromagnetisme en ik schrijf de wetten van Maxwell op het bord, dan wordt die overgeschreven door de studenten. En als ik het dan vraag, dan geven ze er antwoord op. En ja, is dat dan, doen ze dat dan, hebben ze dat dan van horen zeggen? Dan is het vertrouwen dat ik het goed gedaan heb. En in dat kader klopt dat. En als ik lees hoe de eerste leerlingen vertellen hoe ze geschokt waren toen ze zagen dat hun meester Jezus niet meer in het graf lag, dan lees ik dat en dan vertrouw ik op wat zij daar zeggen. Het is een heel ander proces natuurlijk dan het proces wat plaatsvindt in de klas waar ik een bepaald vak uitoefen. En dat hoef ik verder niet uit te leggen, dat snapt iedereen dat een heel ander proces is. En zoals het altijd is met parallellen, het is aardig om die naast elkaar te zetten. En dan. Maar natuurlijk is het heel anders. In het ene geval is het toch meer inderdaad overdracht van kennis die je dan aanneemt omdat ik ervoor gestudeerd heb en je kunt mij wel vertrouwen dat ik het je goed vertel. Je kunt het zelf nog bij andere mensen nazoeken. In het andere geval is het toch meer vertrouwen op een persoon. Ik zou dat eerder eigenlijk het verschil willen zien. En ik blijf toch benadrukken dat persoonlijke aspect wat een belangrijke rol speelt bij het christelijke geloof. Als je dat uit het oog verliest en het christelijke geloof reduceert tot dogma's, tot een paus of weet ik van wat die zegt, hoe je moet denken of wat je moet denken, dan is het een soort karikatuur die denk ik de gelovige mens niet zal herkennen. Zo is het niet. Dat is, ja. En dus het vertrouwen op getuigen, dat zie ik, dat speelt in de wetenschap een rol. Bijvoorbeeld vertrouwen op experimenten, daar speelt natuurlijk een heel belangrijke rol. Hè. Je kunt experimenten vaak niet nadoen, daar heb je gewoon de middelen niet voor. Dus daar vertrouw je bepaalde groepen, bepaalde onderzoekers die je weet, die zijn kritisch, die hebben dat, als ze dat zo hebben opgeschreven, is het echt absoluut waar. Daarom is bijvoorbeeld ook fraude in de wetenschap zo'n ongelooflijk zware, ja, aanval aan de wortel van de boom. En zo kun je ook in het godsdienstige getuigen hebben die je vertrouwt. En dat kan. En om te zeggen, dat is dan maar beide gevallen van horen zeggen, nou dat is dan een soort parallel, maar het zit toch net iets ja, slimmer in elkaar dan dat. Dan komen we nu bij het eind van dit debat. Ik denk dat er heel veel elementen van de vraag hoe geloof en wetenschap zich tot elkaar verhouden naar voren zijn gekomen. Vanuit de historie, maar ook in twee levende voorbeelden die er elk op een eigen manier mee omgaan. En ik stel voor om beide heren te bedanken met een groot applaus. Wil ik nu nog iemand van de organisatie het woord geven? Ja, want we willen de heren niet alleen bedanken met een groot applaus. Het is fijn dat jullie er waren, dat jullie hier wilden spreken en tijd voor ons maken. Er zijn twee mensen met een volle agenda. Sorry. Dan krijgen jullie een klein presentje van de organisatie van Veritas. En dat zal nu overhandigd worden. Komt eraan. Nogmaals een hartelijk applaus voor Robert Dijkgraaf. Hallo, ben je. Tot slot zijn er nog een paar andere mensen die wij kort willen bedanken. Er zijn twee panelleden geweest die hebben na het praatje van de sprekers een stelling verdedigd. Dat waren Julien van de studievereniging Congo aan de UvA en Marco van, als ik het goed zeg, AIC aan de VU. Dank voor jullie aanwezigheid en bijdrage. Verder zijn we in het team, draaien we met een aantal mensen, organiseren we dit soort fora. Af en toe komen de mensen bij, dan gaan we mensen weg. En ook die mensen die weggaan willen we nu bedanken. Kees de Gooier, hoogleraar aan de faculteit Exacte Wetenschappen. Kees de Gooier. Hoogleraar aan de faculteit der Exacte Wetenschappen, die heeft een tijd advies gegeven. Meegedraaid in het Veritas team. En we zijn erg dankbaar voor je bijdrage en je inzet. Ook onze voorzitter vertrekt, Gerco Tempelman, die heeft voor anderhalf jaar het Veritas team geleid als voorzitter. Ik mag hem opvolgen vanaf nu. Gerco, bedankt voor je inzet. Je bent een voorbeeld voor mij om te zien hoe jij het doet.
Nou, daar kan ik van leren en ik hoop je lijn door te zetten. Ook voor hem is er een bos bloemen. Ten slotte, Aart Nederveen, de debatleider van het forum, waar staat hij? Ja, ook jou willen we uiteraard hartelijk bedanken. Je hebt meegedacht in de aanloop hier naartoe en je wilde dit vanavond op je nemen. Super bedankt. Ten slotte nog een paar kleine praktische dingetjes. Jullie hebben evaluatiekaartjes gekregen, Gerco heeft het al even genoemd vooraf. Leef ze alsjeblieft in bij de deur. Verder willen we in november een volgend forum organiseren. De sprekers zijn nog niet duidelijk, maar de locatie wel. Het zal dit keer op de UvA plaatsvinden. Dat is nog onder voorbehoud, maar dat is ons plan. Tot nog toe was het altijd op de VU, maar Amsterdam heeft twee universiteiten en ook daar willen we het Veritas Forum organiseren. Verder heeft vanavond veel stof tot nadenken gebracht, denk ik. Zo hebben we geleerd dat mensen niet naar Lourdes gaan om genezen te worden. Dat de beenakker niet schiet op atheïsten, of agnosten moet ik zeggen. Maar volgens Dijkgraaf te agnostisch is. Ook vond ik het beeld mooi van de gelovige als mier. En de waarheid als asymptoot. Ik denk dat het veel stof tot nadenken en tot gesprek heeft opgeleverd. En ik hoop ook dat we achteraf, dus nu, dat er ruimte is voor gesprek. En om gedachten te delen. Hopelijk tot de volgende keer.